Het gaat helemaal niet over die koopkracht, ja deels, maar het gaat in eerste instantie over identiteit en cultuur en wat voor Nederland willen wij nou zijn. En hij begrijpt dat, Caroline begrijpt dat, Mona Keijzer begrijpt het omzicht wat minder, maar goed, dat doet er niet om. Wanneer je de strijd die in Israël woedt nu, in een cultuur marxistische termen gaat herinterpreteren, dan betekent dat in feite dat je dezelfde oorlog in Nederland voert, in Maastricht voert, en als in Gaza. Dat is het eikpunt van hun moraal, is eigenlijk mag alles, maar één ding mag niet, dat is nog een keer de Holocaust. Nou, wat is de belichaming daarvan? Israël. Dus ik denk dat het geweten is helemaal uitgehold de afgelopen 40 jaar. Maar dit zit heel diep in. Daarom is het ook een oogappeltje. Het is, dus ik denk echt dat het, zeker in Amerika, maar ook in Noordwest-Europa, moeilijk zal zijn daar kritiek op te hebben. Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor het nieuws van de week van zondag 26 mei. En bij mij aan tafel zitten Ad Verbrugge, Jelle van Baardenwijk. En deze week te gast, Wiert Duk. Welkom. Rogier, hallo. Leuk dat je bent. We beginnen altijd met lief en leed. Dat sla ik deze week een soort van half over, want we hebben heel veel te bespreken. En niet al te veel tijd, maar goed, ik ben toch benieuwd hoe het met onze ras-echte PVV'er gaat in deze tijden. Dan ga ik even de straat op en vraag even wat mensen. Maar ik denk dat het met de ras-echte PVV'ers in Nederland heel goed gaat. Want die hebben eindelijk een kabinet, Wilders 1, nog wel zwaar zonder premier, maar... ze zijn getoetst en een overgrote meerderheid van de PVV-kiezers is tevreden met het coalitieakkoord. Althans het hoofdlijnenakkoord. Dus ik denk dat ze heel blij zijn. Ja. En ik vind het ook prima dat er een nieuw kabinet komt. En ik hoop op een cultuuromslag, want dat is het belangrijkste. Kijk, het gaat nu weer zie ook in die Kamerdebatten, gaat het weer over percentages en procenten, koopkrachtplaatjes en zo. Maar dat doet er helemaal niet toe. Er moet een cultuurbreuk komen. Hè? Dus cultuuroorlog gaande. En er moet een ander wereldbeeld over tafel komen. En dat moeten we hopen dat deze partijen dat kunnen. Terwijl het natuurlijk een beetje treurig is dat de politicus die zich de afgelopen jaren juist heel erg op een ideologische, intellectuele manier over dat wereldbeeld heeft uitgelaten, namelijk Thierry Boudet, dat die niet in de coalitie zit. Dat moet voor hem heel tragisch zijn. Ja, verbaast dat je? Dat hij er niet bij zit? Nee, gezien de ontwikkelingen van de Forum voor Democratie afgelopen jaar natuurlijk niet. Maar hij was natuurlijk wel degene die bij die regionale verkiezingen destijds, op basis van dit programma eigenlijk, hier sta ik, er is een cultuuroorlog gaande, hier sta ik, ik ben de verdediger van het Westen, westerse waarden, normen, westerse beschaving eigenlijk. Dus, hij bracht echt als een beschavingsoorlog. En daarmee haalde hij oneindig veel, of een enorm aantal stemmen, niet oneindig veel, maar wel een enorm aantal stemmen. En hij bouwde een hele ledenpartij op, op dat platform. En dat is nu allemaal verbrokkeld en nu gaan eigenlijk politici, die veel meer politici zijn dan intellectuelen, die gaan daar met die buit vandoor. En dat moet voor hem en zijn aanhang heel pijnlijk zijn. Ja. Ja, we hebben het vorige week natuurlijk ook al besproken, ook een beetje in diezelfde trant van waar het nu om moet gaan. Attie zei, de democratie heeft gewerkt, maar we moeten nog maar gaan zien in hoeverre het ook daadwerkelijk die cultuuromslag teweeg gaat brengen. Ik hoor een beetje dezelfde inschatting. Daar. Nou, één ding voordat Ad mag praten. Als ik mag. De democratie heeft gewerkt, maar natuurlijk niet helemaal. Anders was ofwel Wilders premier geworden of Plasterk. En je ziet het feit dat Plasterk toch heeft moeten buigen voor die actie vanuit, zeg maar, wat dan het kartel is gedoopt. Dat hij toch op basis van berichtgeving van daaruit heeft moeten afzien van premierschap. Dat betekent dat er nog best wel een weg is af te leggen voordat het genormaliseerd is in Nederland dat ook partijen aan die kant, zoals die van Wilders, een aanspraak kunnen maken op het premierschap. Daar zou ik nog wel wat op kunnen zeggen, maar ik kan me voorstellen dat jullie dat ook... Ik gooi het maar even op tafel, dan kunnen we het erover hebben. Nou, toen ik van de week keek naar de beschouwing naar aanleiding van de doorrekeningen van het CPB, geloof ik, hè, toen viel mij op en viel me echt positief op hoe Wilders zich presenteerde. Ja. We hadden al een ander register ontdekt bij hem. Hij was altijd boos en geïrriteerd en hij sprak eigenlijk heel presidentieel. En tot, ik denk dat het ook heel sneu is voor... links-progressief Nederland, dat hij daar zo beheerst en diplomatiek en verstandig uit de verf kwam. De enige die hem eigenlijk echt het vuur aan de schenen legde, in mijn interpretatie, dat was die Jimmy.
Timmy Dijk. Dat is wel echt de rising star van de Nederlandse politiek, hoor. Je zag Wilders ook een beetje zo ongemakkelijk van... SP. Waar komt dit talent vandaan? Ja, ik had er niet waar zijn dat er opeens iemand zit die mij de oren gaat wassen. Dus dat was wel echt behoorlijk indrukwekkend. Het is ook wel grappig dat de SP dan dat soort jongens weet te kweken. Ja. En men, in de mainstream media was men ook wel enthousiast over Bontebal en... Ik snap dat ook wel. Maar ik vond echt bij die Jimmy dacht ik wel van oké, dit is een nieuwe generatie oppositie. Even een heel klein beetje context. Je hebt het nu over het debat over het hoofdlijnakkoord dat afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden. Ja, en in dat debat merkte je toch ook wel dat... je moet uitkijken dat je niet in dezelfde termen als Geert Wilders hierover gaat spreken. Maar dat was echt een hoge zuurgraad, vind ik, bij de oppositie. En ik vond dat Geert Wilders daar heel veerkrachtig en argumentatief met feiten zo mee omging. Wat je er verder ook van denkt. Want ik vind eigenlijk dat Geert Wilders, want jij zegt het als een overwinning van de PVV. Ik vind dat hij echt heel veel water bij de wijn heeft gedaan voor dit hoofdlijnakkoord. Ja, maar jij begint... En niet alleen zijn eigen presidentschap, maar dus premierschap. We hebben natuurlijk al een minister-president in Nederland, ja. En ik vond het daar ook over helemaal niet gefrustreerd doen of zo. Maar heel consensusgericht en compromisbereid. En ook bijvoorbeeld in relatie tot kritiek op zijn op de Europa-onderbouwing. Want er zit een heel deel van de budgettaire onderbouwing heeft te maken met dat ze eigenlijk toch minder willen gaan betalen aan Europa. En dat er ook een opt-out komt wat betreft de vluchtelingenregelingen. Zo kon hij toch heel goed uitleggen dat hij toch uitgaat van onderhandelingsruimte. Ik vond het eigenlijk veel overtuigender. Ik had helemaal niet het idee van hier staat iemand die deze positie niet aan kan of zo. Dus ik denk dat als zij in de Kamer, dat vond ik trouwens bij Pieter Omtzigt en Caroline op een andere manier ook wel. Dus dat gaf best wel vertrouwen. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat zo zagen. Nee, maar de kritiek is natuurlijk, hè, dat zag je ook weer mensen als Boekenstein doen. Hè, nu gaat Wilders zich van de gelegenheid gebruik maken om de instituties te ondermijnen en de democratie onderuit te halen. Terwijl hij zich juist heel democratisch opstelt. Door water bij de wijn te doen wat je zegt. Door al die scherpe kantjes te laten vallen en zo. En mede daarom heeft hij in mijn ogen had hij gewoon recht op premierschap gehad. Ja. Alleen dat is in Nederland dus nog onmogelijk kennelijk. Ja. Want dat wordt dan geblokkeerd. Maar ik belde van de week Rogier op. En toen zei ik dit ook. Dat jij wel een mooi antwoord hierop. Want jij suggereerde toch zoiets als van nee, maar dit is echt een uitonderhandeling geweest. Dit had echt niet gekund dat hij minister-president zou zijn geworden. Dus de positie van de PVV, snap ik wel. Je zou het ook kunnen zien als juist een democratisch succes in die zin. Dat je eigenlijk een soort onmogelijke, redelijk, het wordt dan radicaal rechts. Ik zou ook wel, kijk, die term zou ik nooit gebruiken. Maar ik vind wel dat een aantal uitspraken die Wilders gedaan heeft en ook een aantal standpunten dat hij verdedigd heeft. Die zijn wel dermate... een dermate fel van toon en dermate polariserend dat ik in hem ook niet echt de gedroomde premier zie. En dat er dan toch op deze manier polderend, uitonderhandelend een oplossing wordt gevonden waarbij toch een deel van zijn beleid gewoon kan instromen in een overigens zeer mild inderdaad hoofdlijnenakkoord. Ja. Ja, dat zou je ook als een overwinning van de democratie kunnen. Nou, van het Nederlandse poldermodel inderdaad, ja. Uiteindelijk toch wordt er weer gepolderd en komen ze tot consensus op heel veel punten. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. En kijk, als dit niet lukt, dan kan je altijd nog radicaliseren. Dan kan je altijd nog zeggen van, nog observeren dat meer mensen op anti-establishment partijen. Hoe kijkt Attie naar dan? Ik vind het interessant, want ik ben met Jelle eens natuurlijk van, dit moet ook lukken, want mislukt dit, dan krijg je natuurlijk ofwel Timmermans, hè, wat ik altijd als een ramp zou zien voor het land, gezien ook hun posities bij links over het conflict in Israël, of je krijgt de radicalisering van rechts. Weet je. Maar één ding en dan Ad, die reactie van Timmermans op Wilders, ik vond het gewoon, hij zakte gewoon door het ijs. Het is ontzettend. Het was gewoon laag zelfs. Ja heel slecht. Ja. Heel erg herhalende. Nee, ik... Had geen verhaal Timmermans. Nee, ik vond de SP echt een heel andere... Nee, die was veel beter. Gewoon wat de SP moet doen. Wat Jan Marijnissen vroeger deed. De vel in en lekker hakken. En opkomen voor de onderklasse en zo. Prima. Zo moet je dat doen. Dus dat de PvdA GroenLinks onder Timmermans... dat een serieus alternatief wordt, dat zie ik niet gebeuren. Nee, ik schrok ook in die zin. Dat ik dacht van nou, als Geert Wilders op deze manier optreedt... en Pieter Omtzigt en Caroline staan ernaast... Dan is eigenlijk alleen maar als het mislukt een radicaler antwoord mogelijk. Ja, eens. Ja, ik wil hier zo op ingaan, maar toch eerst even wijzen op de mooie... Ja. We hebben botanisch nieuws. Oh, ja. Fijn. Ik hoop dat hij gewaardeerd wordt. Jelle vond hem wat stekelig. Oh, ja.
Gewoon zo'n Yucca-stam. Ik hoop dat hij wat robuuster is en meer ook deze gesprekken weet te verdragen. Want ik denk dat Flora eigenlijk gewoon van triestheid het veld heeft geruimd. En ze is nu in een goed onderkomen in de orangerie in Rotterdam. Dus misschien kunnen we de foto's en de link daar ook nog even voor plaatsen. Vraag aan de redactie. Dus dat is het eerste. Tweede is 28 juni. Wiert is aanwezig. Laten we dat ook nu eens gewoon begin van het programma noemen. Ja. We weten ook dat Willem Middelkoop aanwezig is. En hoogstwaarschijnlijk ook Lex Hoogduin. Leuk. Dat is in ieder geval de lijst. We zijn nog bezig met verder het samenstellen van een interessante tafels. Dus het wordt een hele mooie bijeenkomst. Dus geef je op. Want Utrecht, de kaarten vliegen eruit in Utrecht. En dan abonneer je ook, dat moet ik ook weer even zeggen, en zorg dat je deze aflevering liked. Want dat zeggen we allemaal te weinig. Ja, het kost toch wat. Dat is ook, de redactie heeft ons dat echt ingevreven, dus ik... Word lid, jongens! Ja, nee, want we doen dat echt te weinig en dat moeten we wel doen. Dus word lid of steun ons via Petje Af. Nou goed, hè, dus dan kunnen we naar de zaak over. Heel goed. Dus kijk... voor mij speelt het begrip resonantie een belangrijke rol ook in mijn denken. Omdat het iets zegt over een tijd, hè? Wat resoneert. Dus een mooi voorbeeld is natuurlijk de opkomst van Pim Fortuyn. Dus in het najaar van augustus van 2001 had het Centraal Cultureel Planbureau een onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat... we hadden het meest populaire naoorlogse kabinet, Paars 2. Ja, het klinkt nu heel raar, hè, maar ik geloof dat 80% van de bevolking was positief. En we krijgen vervolgens de aanval op de Twin Towers en de opkomst van Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn. En je ziet dat het in januari, hè, als Melkert aan tafel zit bij Paul Witteman, hè, de beroemde... Dan merk je dat Witteman dus spreekt en dat die tijd voorbij is. Mm-hmm. Dus dat die woorden, die en dat voelt iemand zelf ook. Mm-hmm. Alsof de resonantie weg is. Melken. Dus, Melken. Ja, het was even. Dus, je merkt dat op dat moment eigenlijk het klimaat is veranderd. En daardoor gaan die frazen die een jaar daarvoor nog goed overkwamen, die lukken niet meer. En het lijkt zelfs... In het stemgebruik en in iemands houding blijkt eigenlijk die twijfel te zitten. Dus we zijn geen filosofisch gesproken ingekapselde subjecten, maar we trillen altijd al mee op wat er maatschappelijk gaande is. Nou, en ik vond dus ook eigenlijk het Kamerdebat ook echt duidelijk getuigen van zo'n verschuiving in de tijd. Alsof inderdaad de taal vanuit de linkerzijde eigenlijk niet meer goed aansloeg. En ik geef toe, hè, Van Dijk van de SP, die wist nog iets te pakken. Tegelijkertijd viel me ook wel één ding op. Waar Timmermans dus bijvoorbeeld ook het kabinet asociaal beleid verwijt voor de minder bedeelden. Dat hij kennelijk ook uit het oog is verloren dat meer dan 60% van zijn eigen achterban, zoals dat dan wordt genoemd, inmiddels bestaat uit de hoger opgeleide, iets van 65%. Dat het interessante is natuurlijk, en dat geldt voor GroenLinks eigenlijk hetzelfde. Zij schermen dus nu met de gewone man die het zo zwaar te verduren heeft onder dit asociale beleid. Maar de facto heeft die gewone man al lang afstand genomen. En die zijn naar Wilders getrokken. Ja. Althans, voor een aanzienlijk deel. Ze hebben wel aanzienlijk... die dijk van de SP. Ook de SP heeft natuurlijk niet bijzonder gescoord. Hè, tijdens deze heel weinig zetels, ja. Dus het zou kunnen dat ook het discours wat heel sterk inzet op de minima enzovoort. Dat één ding uit het oog verliest. Dat een aanzienlijk deel ook van die groep... misschien wel sympathie heeft voor Wilders, omdat hij het niet alleen maar heeft over het inkomensplaatje, ja, maar ook over wat er in hun buurten gebeurt. De vervreemding die is opgetreden als gevolg van migratie, het feit dat men moeilijker aan huisvesting kan komen. Kortom, dat daar het migratiethema een veel belangrijke rol speelt dan alleen dat inkomensplaatje. Dan alleen. Ik zeg niet dat het geen rol speelt.
En daarom denk ik dat Wilders inderdaad vrij in zijn kracht stond. Hij voelt ook dat de tijden veranderen. En die sprak dus inderdaad op een overtuigende manier, ook van zichzelf. En ik ben niet met alles eens, ben er gehad helemaal niet om. Maar even puur ook de inschatting van de retorische kracht. En ik vond overigens dat hij wel degelijk overeind bleef, ook tegen Van Dijk. Ik kende zijn cijfers bijzonder goed, vond ik. Hij had duidelijk alles paraat wat ze het afgelopen half jaar hebben ingestudeerd. Dus daar is een verhaal uitgekomen. En natuurlijk, steeds weer kwam die migratie terug. Ja. Dat is overigens ook het grote risico. En dat weten we ook allemaal. Van hoe ver zal dat gaan in de praktijk? Want we hebben het natuurlijk helemaal niet alleen over asiel. We hebben het ook over migratie in de brede zin van het woord. Mensen die in de tuinbouw komen werken. Die in het lage lonendeel zitten. De studenten, de studentenmigratie. Dus ja, we zullen nog moeten zien wat dit uiteindelijk gaat doen. En of we ook voldoende tegenwicht in Europa kunnen bieden. En dat is wat ik vorige keer al heb gezegd. Had ook een risico dat die radicalisering optreedt als Europa vasthoudt. Dat hebben we in feite ook bij Engeland gezien. Dat is een van de redenen voor de Brexit geweest destijds. Nou ja, daarom is het zo cruciaal dat als dit mislukt, hè, wat jij zegt. Dit is eigenlijk een soort van centrumrechtskabinet. Het is eigenlijk een soort middenkabinet. Ja, dus in die zin heeft de democratie, dat bedoelde ik natuurlijk vorige week ook. Ja. De pacificatie die uitgaat idealiter van democratie. En ze kan ook tot polarisatie leiden. Maar je ziet eigenlijk dat er een vorm van pacificatie is opgetreden. Dat is in een context, want ik rij veel door het land. Waarin al die problemen die jij nu beschrijft enorm zichtbaar zijn. Als je naar de kop van Noord-Holland gaat bijvoorbeeld, daar zie je alleen maar arbeidsmigratie. Polen, Slowaken, noem maar op. Die zitten overal daar in die wijkjes, op die vakantieparken en zo. Ga je hier naar de Randstad, naar de grote steden, islamisering overal, weet je. En dan zie je dus nu ook de afgelopen weken in die studentenprotesten de invloed van de influx van die buitenlandse studenten en docenten, die een heel ander standpunt over Israël en de Palestijnen en Hamas innemen dan wij hier in consensusland Nederland gewend zijn. Ja. Het zijn radicalen. En we kijken, we denken, wat is dit voor radicaal protest? En ook nog Engelstalig en deels Arabischtalig. Dus die burger die ziet dat. En die wil dat wordt opgelost. En dit kabinet, in ieder geval in de persoon van Wilders, die spreekt dat aan. Dus heel terecht wat jij zegt. Het gaat helemaal niet over die koopkracht. Ja, deels. Maar het gaat in eerste instantie over identiteit en cultuur. En wat voor Nederland willen wij nou zijn? En hij begrijpt dat. Caroline begrijpt dat. Mona Keijzer begrijpt het omzicht wat minder. Maar goed, het doet er niet toe. En dat is het belangrijke. Als dit nu niet slaagt, dan zie je wat je nu al in Duitsland ziet. Ik zie filmpjes van jonge Duitsers die dan staan te brullen, Ausländer raus. Hè? En dat zijn dan hooggeopgeleide jonge blanke Duitsers. En die hebben dan zo'n heel populair liedje nu van Ausländer müssen raus. Weet je wel? En dan zie je tegelijkertijd die lijsttrekker van AfD in Europa. Ja. Die zich weer totaal gedisqualificeerd heeft wegens hele domme opmerkingen over de SS. Dat doen die Duitse rechtsen altijd. En denk zo kwetsbaar is het allemaal. Hè? Wat er nu in Europa gebeurt. Le Pen die zich dan moet distancieren van die AfD en zo. Want die weet, op die manier ga ik niet de grootste worden en zo. Dus dat is de hele explosieve context waarin zich dit afspeelt. Daarom is het zo belangrijk in mijn ogen dat dit slaagt. Omdat precies anders krijg je allerlei krachten die tegen elkaar gaan werken. En die inderdaad uiteindelijk misschien wel eens tot die radicalisering kunnen leiden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk al gebeurd. Hè? Laten we wel wezen. Wilders kon alleen opkomen. Ja. Omdat de gevestigde orde, bestaande politieke partijen, eigenlijk niet in staat waren om een verhaal te ontwikkelen waarin recht werd gedaan. Klopt. Aan die noden die speelden. Maar het was niet buitenparlementair. Dat was mijn grote angst altijd. Dat zometeen komt die oppositie van buiten het parlement. Wat je nu in feite ziet op die universiteiten, waar ik met Jelle over gesproken heb ook deze week. Ja. Maar het bleef parlementair. Daarom vond ik het zo goed dat Wilders dat op zich nam. Omdat hij uiteindelijk natuurlijk een democraat is. Stel je voor dat niet één van die partijen dit sentiment had aangesproken. En dat er gewoon een links kabinet was gekomen. Ja. Ja,
Je voorstellen wat er dan was gebeurd, joh. Nee, helemaal terecht punt. En overigens ook toch om in te haken op die protesten. Ik denk terecht dat je het nog even inbrengt. Ik zag deze week beelden van die bezetting in Maastricht. Inderdaad ook zo'n geïnternationaliseerde universiteit. Mm-hmm. Hè, waarin zelfs psychologie in het Engels wordt gedoseerd. En ja, voor meer dan 85% wordt gevuld met buitenlandse studenten. Ja. Vooral Duitsers. Vooral Duitsers, ironisch genoeg. Ja. Radicalen. Interessant genoeg kwamen die vroeger ook, hoor. Maar niet in, en ook nog in behoorlijke getalen. Maar die leerden dan gewoon Nederlands. Maar goed, dat is even een andere discussie. Maar als je dat beeld gewoon neemt. Ik vond het gewoon on-Nederlands. Ja. Er stond de foto, daar stonden ze op dat bordes. Jullie hebben het misschien ook wel gezien. Ja. En je zag, en dan zie je helemaal in zwart geklede protesteerders, protestanten. Antifa is dat? Antifa. Ja. Maar ook eigenlijk uitgedost bijna als verzetstrijders. Ja. En dan krijg je dus die globalisering zie je dan in zijn ontwrichtende werking. Juist. Dus een soort, kijk, op het moment dat je natuurlijk de problematiek die daar speelt in Israël, ook gaat vatten in termen van een inheemse bevolking die door een koloniale macht, want dit is de terminologie, koloniale macht eigenlijk wordt onderdrukt. Een witte koloniale macht. En je verbindt vervolgens de staat Israël ook nog eens met het Westen, wat natuurlijk, je kan wel zeggen, het is in die zin ermee verbonden dat natuurlijk zeker Engeland en Amerika het mogelijk hebben gemaakt, maar notabene nadat de Holocaust had plaatsgevonden. Ja, bedoel, dus, maar goed, het wordt toch in termen van een soort Westers project, wordt het geschilderd. En je hebt binnen je eigen gelederen op de universiteiten ook al een discours ontwikkeld van postkoloniale kritiek. Ja. Waarin eigenlijk de Westerse witte man per definitie aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Mm. En nogmaals, ik ben de eerste om heel veel kritiek op de moderniteit te leveren enzovoort. Hè. Maar dat is het punt niet. Maar wanneer je dus in die terminologie gaat spreken, met een soort universalistische morele pretentie. Uh-huh. En vervolgens dus de strijd die in Israël woedt nu, in een cultuur marxistische termen gaat herinterpreteren. Ja. Dan betekent dat in feite dat je dezelfde oorlog in Nederland voert, in Maastricht voert, als in Gaza. En want het gaat over een aanval op de gevestigde orde. Wat zo interessant is. Dus natuurlijk is er een verschil, want die zeggen, daar is de repressie duidelijker. Maar in de kern heb je te maken met een kritiek die hele westerse orde betreft. Ze hebben een hele neo-marxistische woke discours hebben ze geprojecteerd op dat conflict. En wat als het gevaarlijk is en wat zo interessant is, dat dus de ultieme dader, wat dus voorheen de witte man was, dat is nu de Jood. En daarin komt het antisemitisme van woke extreem links en de islamisten komt daarin samen. Ze vinden elkaar nu in de kritiek op de Zionist, maar de Zionist is gewoon de Jood. En dat is ook het verschrikkelijke. Ja, natuurlijk. Dat is het verschrikkelijke hieraan en het gevaarlijke. Dat zij, omdat historisch gezien kun je die woede en die agressie op het westers kapitalisme, die kun je, dat is wat Hitler deed, die kun je ook, die projecteer je op het Jodendom. De Joden, weet je, de cosmopolieten, die de touwtjes in handen hebben. Zo. Precies dit discours volgen zij nu weer. En dat is het enge hieraan. En dit discours wordt gevolgd op onze universiteiten door die activisten. Ja, ja. Is dat ook niet een manier om die kritiek onschadelijk te maken? Dus kijk, dat dus de lijn waar jij op zit. En, dus ik zeg dit als iemand die lijn goed kan volgen. En ook bezorgd. Ik heb me vorige week ook mijn bezorgdheid uitgesproken over de aard van dat protest. Dat is eigenlijk een protest tegen de gevestigde orde in zijn geheel is en zich eigenlijk daar ook niet meer door laat corrigeren.
Maar toch lijkt mij de kortste, als iemand zegt het gaat me om de Zionisten en dat jij dan zegt nou het gaat ze eigenlijk om de Joden, dat lijkt me toch een soort van kortsluiting. Het kapitalisme wordt al historisch altijd in verband gebracht met de Joden. De geldjoden. Tegen wie keerden de Bolsjewieken zich? Tegen de Joden. Hè? De kapitalist. Wat was de spotprint van de kapitalist? Dat was de Jood met die neus. Dat was precies hetzelfde als wat de nazi's deden. Dat lijntje is in ieder geval makkelijk te leggen. Dat gebeurt nu precies zo. Heb je dat nodig om kritiek te hebben op die protestanten? He, dus jij zet ze dan weer weg als antisemiet. En dan zeggen zij weer, ja, maar we zeggen. Dus je kan ook gewoon zeggen van, nou ja, ook hun kritiek op het zionisme is iets mis mee. Nou, ik kijk naar wat ze zeggen en naar hun totale niet bereidheid om tot een dialoog te komen. Want precies wat Ad zegt, zij volgen dat cultuurmarxistische patroon waarin je helemaal niet meer een dialoog voert met je. Want je hebt onderdrukte en onderdrukkers. En je praat niet met je onderdrukkers. He, en tot nog toe was dus de blanke westerse man was de onderdrukker. En nu hebben ze projecteren ze dat beeld. Dat projecteer je ze nu op de Israël. Ja, of het raakt vermengd in ieder geval. Maar goed, ik bracht het ook in om aan te geven dat zo'n beeld wel degelijk ook angst voedt. En ook een soort weerzin tegen die globaliseringsagenda, waarin we eigenlijk, de eigen manier waarop we dat in Nederland voorheen hebben opgelost, dat we die gewoon kwijtraken. En dat is natuurlijk voor een deel ook zo. Laten we maar gewoon eerlijk zijn. Ja. Hè? Dit neemt een vorm aan die echt iets nieuws is. Die bovendien gepaard gaat met een vorm van geweld die ook kan escaleren. Hè? Ik bedoel, het is nog rustig hoor. Hè? Als je de krakersrellen vergelijkt, was heftiger. Dus laten we dat ook niet vergeten. 68, hè? Ik vind het wel belangrijk om dat te benadrukken. Dus ja. het is nog rustig. Alleen je voelt dat er een grens over wordt gegaan. En ook in het discours een grens over wordt gegaan. Waar dat ook gepaard kan gaan met veel heftige vormen van geweld. Ja. Wanneer het terrorisme, zoals we dat een aantal jaren geleden hebben gezien in ons eigen land, wanneer dat ook verbonden raakt en met deze beweging, ja, dan krijg je eigenlijk iets wat we bijvoorbeeld in de eind jaren 60 zagen met de Rode Armee-faction. Dan wordt het een heel serieuze bedreiging. Er is niets ludieks aan in elk geval. Nou, dat is, het is geen burgerlijke ongehoorzaamheid in die zin. Daar voldoet het echt niet meer. Nee, en wat Ad zegt, het zou heel goed kunnen dat zich dat radicaliseert in inderdaad dat soort semi-terroristische groeperingen. Nou ja, ik heb altijd nog het idee, in Nederland de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Dat heeft misschien zelfs iets met ons klimaat te maken, wie zal het zeggen. Maar je moet ook niet ervan uitgaan dat het altijd maar zo blijft. En ik denk dat die opkomst van Wilders ook echt mede in de hand gewerkt wordt. Precies door dit type protesten. En het is natuurlijk ook internationaal van aard. Hè? En daardoor maakt het Nederlandse karakter van protest dan eigenlijk niet meer uit. Nee, maar dat zeg ik. Het is geglobaliseerd. Ja. Ook in zijn uitingsvorm. Precies. Ik vond het wel heel serieus. Dus het viel mij op dat de proteststemmen op de demonstratie zelf heel serieus waren. Daar schrok ik wel van. Dus in de zin van, hoe doe je? Wij hebben nu, we overzien wat er gebeurt. Er is sprake van genocide in Gaza. Er is sprake van relaties met instituten waar ook militairen studeren. Wij zijn medeplichtig aan genocide, die toon. Ja. Het is nu tijd dat wij aan de goede kant van de geschiedenis komen te staan. Wij hebben eerder aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. Ja. Maar ook met zo'n dictie dat je denkt van, hè? Ja. Dus je zegt het is niet meer ludiek. Nee, het is gewoon serieus. En dus Ad wijst net op dat een on-Nederlandse zwarte onrust ook walging oproepende demonstraties aan beide kanten. Want ik denk ook dat mensen die erg bezorgd zijn om Gaza en affiniteit voelen met de demonstraties, diezelfde walging resonantie, om jouw term dan op die manier te gebruiken, het resoneert ook lekker en bij anderen resoneert het meer slecht. Maar ik vond ook, ik schrok van de toon. Ja, het is heel radicaal. Eisen dat ze die banden worden verbroken. Ja, het is juist op een bepaalde manier gek genoeg. Het is wel radicaal, maar ik vond het dus ook bijna wetenschappelijk. Dat soort van,
Ja, ik snap wat je bedoelt. Hij krijgt zijn eigen logica. Ja, en toen dacht ik ook weer van, ja, wat moet ik hier nou mee? Ja. Dat was ook op de VU, dat ik dacht van... die serieusheid of zo. Die serieusheid. Ja. En andersom... Verbetenheid. En vanzelfsprekendheid. Die verbetenheid, maar ook de... Er zat een soort zware musicaliteit. Maar bedoel je de zelfbewustzijnheid en de vanzelfsprekendheid van hun analyse? Ja, of? En voor zichzelf vooral. Ja, dus dat bedoel ik. De mate waarin zij zelf denken dat ze daadwerkelijk aan de goede kant van de geschiedenis staan. Dus dat viel me op. En aan de andere kant, daar wees een collega me op, dus dat vond ik dan ook wel weer een goede observatie, dat in Amerika bij die senaatsverhoringen van de rectoren van Harvard, dat is alweer een half jaar geleden, ja, wat dat betreft, we zijn een echo van Amerika, dat daar op een gegeven moment ook echt door die onderzoekscommissie aan die rectoren werd gevraagd van, ja, maar ben je nou antisemiet of ben je het nou niet? Ja, precies. En deze collega wees mij hierop, want die zei van, ja, maar dit is natuurlijk ook een soort rechtswoke, dus dat je het helemaal daartoe reduceert. Dus de vorige keer sprak uitgebreid over die hyperbolen en kwamen we in die discussie over morele hyperventileren en die hyper. Mm. Dat wil ik hier toch ook nog wel een keer benadrukken, dat kijk, de kunst is ook onze taak als de nieuwe wereld, is van hoe kunnen wij dit normaal houden, dit gesprek? En ik vind te snel spreken over antisemitisme. Ik snap jullie lijn en ik volg het helemaal. Maar het gevaar is dus van je moet het normaliseren. Dus dat is een gevaar dat allebei de kanten dus die hyperbolische take op het de hyperbolische analyse krijgen. En ik doe er graag aan mee. Ik weet dat ik dat ook doe. Maar ik van de week schrok ik dus van die serieusheid van toon zo erg dat ik dacht van oké, nu we moeten wel lucht gaan brengen in deze discussie. Dan moet de andere kant daartoe bereid zijn toch ook? Ja, maar dat is ook als je ze overtuigt. Daarom is het denk ik ook belangrijk dat we echt ook laten zien van hoe je ook naar de kwestie kan kijken. En het probleem is dus in Amerika is het dus nu ook al zo dat, dat mensen echt omdat ze Jood zijn bijvoorbeeld uit een bepaalde gang dan worden gejaagd. Dat had ik een filmpje gezien op Instagram. En dat is nog niet zo lang geleden. Dat dacht ik ook oké, dus daar is het al inderdaad zo ver geëscaleerd dat zo'n commissie op die manier zo eenvoudig... rectoren ondervraagt. Ondertussen is de praktijk geeft ook allerlei aanleiding om over antisemitisme te praten. Dus je wil op de een of andere manier dat buiten de deur houden. Ja, kijk, dat misschien omdat ik ben journalist, hè? Dus ik spreek met Joden aan onze onderwijsinstellingen. En van de week had ik een gesprek met meisjes die Israëlse meisjes die studeren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. En die durven dan dus niet meer onder naam eigen naam te spreken. Die moeten pseudoniem hanteren. Ze durven niet meer op de foto. En ze zeggen letterlijk, we zijn echt heel erg bang voor een aantal elementen binnen die activistische demonstranten bij ons op de universiteit. Want we zijn ons leven niet zeker. Nou, daar hebben we het over. Ja. Hè? En dat is niet gezegd dat al die demonstranten zo zijn. Maar de agressie die van hen uitgaat tegenover Joden. En het zijn gewoon twee of drie Israëlische jonge vrouwen. Hè, die er ook niks aan kunnen doen dat wat zich daar afspeelt in Gaza en in Israël. Maar de agressie die zij ervaren, ja, gaat al over allerlei grenzen heen. En daarom wilden ze dus ook met mij praten om dit aan de oren te stellen. Maar even voor de duidelijkheid, ik gebruikte niet zozeer die term antisemitisme. Het ging er mij meer om dat er een soort identificatie optreedt, waarin je ziet dat de Israëlische kwestie, rond Gaza, eigenlijk in een soort postkolonialistische jargon wordt gevat. Mm. En dat daarmee die strijd vanzelf een strijd hier wordt. Even los van antisemitisme. Ja. Dus wat in elkaar vloeit, is denk ik ook een gevaarlijke cocktail. Nogmaals, laten we niet dramatiseren. Maar de potentie daarvan is wel gevaarlijk. En ook wanneer het ook een heel uitdrukkelijke religieuze dimensie gaat krijgen. Hè? Als het islam versus westen wordt of zo. Hè, dan, ja, en daar moeten we dus echt vanaf. En ik denk ook dat het ook zachtjes voor het kabinet. Hier iets van een midden te creëren, hoe lastig dat ook zal zijn, weet je wel. Maar dat is absoluut noodzakelijk. En overigens nog één ding, want we zijn hier opgekomen via Wilders. Kijk, Wilders heeft zich met hele stevige bewoordingen uitgelaten toen hij ook over deze kwestie werd ondervraagd. Ik heb wel het gevoel, ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren deze week, maar dat het inderdaad toch, het is wel het kabinet Wilders 1. Ja. Hij neemt daar zo'n
centrale positie in. En dus niet alleen omdat hij de meeste zetels heeft, maar ook vanwege zijn présence. Ik vond iedereen goed presteren, ook Omtzigt. Hij stond er echt goed. Ook stevige taal richting universiteiten. We moeten gewoon weer Nederlands praten, zei hij. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar hangt hier ook allemaal mee samen met deze thematiek. Maar Wilders is toch echt wel degene die het centrum vormt. En ik ben ook wel heel benieuwd wat dat nou betekent voor die rol van een eventuele minister-president in relatie tot Wilders. Want hij blijft ergens ook de schaduwpremier, snap je? Hij noemde hem niet voor niets presidentieel. Los van wat je daarvan vindt en of hij daar echt de kwaliteiten toe heeft. Hij trekt wel dat soort energie naar zich toe. Ja. En de vraag is wat dat betekent voor een minister-president. Dat is niet heel simpel. Hij tweette gisteren of vandaag nog dat hij nog even gebeld had met Netanyahu, meen ik. Althans, volgens mij was het Netanyahu. Nou, dat is een mooi bruggetje. Dat ga je dan krijgen. Dus dan heb je dus een premier. Ja, dan gaat Wilders even bellen. Precies. Want die zijn goed bevriend of zo. Weet je. Ja. Het zou heel goed kunnen dat er een soort Henk Kamp-achtige figuur op staat. Die zich ook vrij voelt als een soort Mark Rutte eigenlijk. Een manager van managers. Ja, nou ja, Mark Rutte had... Kijk, Plasterk was dat niet, gek genoeg. Die wilde zelf dat charisma... Maar je krijgt een heel ander soort rol dan. Dus het is heel spannend. En verder zullen we echt moeten zien wat het binnen die instituties gaat doen. Want ik denk ook niet dat het helemaal toevallig is dat Plasterk is afgeserveerd. Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden, maar dat... Ja, daar bewegen natuurlijk toch allerlei krachten om hem heen. En viel me wel daar op. Zullen we de komende maanden nog niet meer klaar zijn, hoor. Vind je dat ze je rug recht wil moeten houden eigenlijk? Nou, voordat we naar de Netanyahu gaan, nog één ding erover. De factchecks in de krant, onder andere in het Financieel Dagblad. Wat zei je? Nou, de factchecks in de krant vond ik heel erg voor Plasterk beleid. Precies. Ja. Dus mijn conclusie was, er speelt meer. Er speelt meer dan wij nu weten. Misschien, ja. Want als het is wat het FD en de Volkskrant naar boven halen, dan had hij ze makkelijk recht kunnen houden. Dat het voor hem ook een weg is om eruit te komen. Ja, dus zou best kunnen. Ik denk dat we hebben vorige week ook aan het voordeel van de twijfel gegeven. ook wel natuurlijk onze bedenkingen geuit met betrekking tot die deals. Maar ja, het lijkt toch dat inderdaad wat minder heftig is dan het werd gepresenteerd door NRC. Ja. Zeker. Maar ik ga daar nog gesprek over hebben met Maurice, trouwens. Dus die heeft het uitgezocht. Ja. Ja. Nou ja, volgens mij hebben we ons wijzelijk onthouden van een al te zwaar oordeel. Nee, zeker. Jij maakte net nog wel even dat lijntje dat Jelle zegt. Ik wil toch nog wel even, ook voor ons zie ik wel een rol om enigszins toch die gematigde of die een andere manier te presenteren waarop je dat conflict kon zien dan het sectarische religieuze, laat ik het even zo zeggen. En jij begint niet geheel toevallig daarna over Wilders, die toch ook wel behoorlijk stevig stelling neemt in de hele casus Israël-Palestina. Misschien toch nog even op tafel ook, zeg maar, gaat dit, want jij waarschuwt ook van als dit nou niet gaat lukken, hè, dit strengere migratiebeleid, als deze lijn nou niet tot een succes leidt, dan kan het allemaal enzovoorts. We hebben allerlei waarschuwingen aan tafel, ook wel geruststellingen, zeker van jou, Ad, dat je zegt het valt allemaal nog wel mee. Maar ik heb het idee dat we die manier om er anders naar te kijken, om er wat neutraler over te spreken, dat we die nog niet helemaal boven tafel hebben. Nee, maar dat is ook uitermate lastig natuurlijk. En dat is ook heel erg gebonden aan de persoonlijkheid en wat die met zich meebrengt. Je kan niet, het is geen lijstje of zo. Hè? Dus je zal toch ook ferm moeten zijn. Weet je, dat is de. Want, wat we hier natuurlijk al veel eerder hebben gezegd. Laten we gewoon heel erg blij zijn dat we hier een nog enigszins functionerende rechtsstaat hebben. En wat ik bij die demonstranten echt mis, is het democratische respect. En dan wordt het toch wel heel lastig. Nogmaals, we hebben de laatste jaren al meer van die ontwikkelingen gezien. Ook waarbij dat zelfs, laten we zeggen, door de gevestigde orde niet helemaal serieus werd genomen, die democratische rechtsstaat, in mijn optiek. En de corona. Ja, bijvoorbeeld. Ja, vorige week met die ondertekening van de pandemic preparedness treaty. Nee, daarom. Dus we zien al, en dat is een ontwikkeling, wanneer die rechtsstaat echt op losse schroeven komt,
Zoals bijvoorbeeld in Palestina of in Gaza. Ik bedoel, dat is geen rechtsstaat zoals wij die kennen. Ja, dan moet je toch je hart vasthouden over wat dat teweeg brengt. Weet je? Die verantwoordelijkheid voor die rechtsstaat is ook een verantwoordelijkheid voor de burgers. Nou ja, precies. Kijk, wat jij zegt, Rogier, die correctie naar een meer objectief standpunt, die moet komen natuurlijk vanaf links. Dus vanuit die hoek van Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, die nu heel erg sympathiseren met die pro-Palestijnse demonstraties, omdat daar iedereen ziet die beelden vanuit Gaza en denkt, wat verschrikkelijk. Maar ze vergeten die beelden van 7 oktober. Hè? En ze vergeten dat uiteindelijk Israël wel een functionerende democratie is, hè? Wat je er ook van vindt, en dat Gaza een terreurstaat was. Zij moeten zeggen, oké, we steunen het Palestijnse volk, we steunen de claims ook die de Palestijnen hebben op hun geschiedenis, op hun eigen ontwikkeling, maar we veroordelen ten stelligste die terreur van Hamas. En dat hoor ik te weinig vanuit die hoek, moet ik zeggen. Nou, ik vind niet heel sterk dat je het nu de onus helemaal bij de... Ja, identificeert je toch ook wel een beetje met die rechterkant van het spectrum? Dat jij dan zegt, ja, maar links moet dit doen. Ja, dat is... Ik bedoel, omdat links veel te veel die demonstraties faciliteert. En, natuurlijk kun je het zelf ook niet doen. Je kunt... Ik zeg ook vaak één ding. Ik zeg ook vaak genoeg, als ik ernaar wordt gevraagd van ja, dat kabinet Netanyahu met die ultra-orthodoxe types erin. Dat is natuurlijk ook niet fijn. En wat die settlers daar op die Westbank doen, dat klopt helemaal niet. Hè? En die ultra-orthodoxe claims op het hele gebied, omdat vanwege hun... De Bijbel. De Bijbel. De Torah. Dat is natuurlijk niet te doen. Dat moet je er altijd bij zeggen. Alleen ik hoor de andere kant dat veel te weinig zeggen. Weet je wel? En dan een soortgelijke repliek op... Oké. Volgende onderwerp. Jij maakte het bruggetje net al. Netanyahu. Ja. Begon je over. Vanuit Noorwegen, als ik goed begrijp, is toch een boodschap richting Israël gekomen deze week, waar jullie het even over wilden hebben. Noorwegen, nou, Spanje. Nee, er zijn twee ontwikkelingen. En die wijzen wel allemaal op hetzelfde. Dat is namelijk de toenemende verdeeldheid in de westerse wereld. Ja. En dat is denk ik ook de grote kwestie. En nog helemaal los van wat de gevolgen zijn van de verschillende acties, maar de onderlinge verdeeldheid. En daar hebben we natuurlijk ook al eerder op gewezen, ook met betrekking tot de NAVO. Het zou best wel eens kunnen dat we eigenlijk zwakker staan dan we denken. En dat begin je nu wel te zien. Hè? Dus op het moment dat Noorwegen, Ierland en Spanje, dat die dus Israël, eigenlijk de Palestijnse staat erkennen. Ja. Wat natuurlijk al merkwaardig is, want ja, wat zijn dan de grenzen? Wat is de regering? En je merkt dat de rest daar voor terugdeinst, dan ontstaat er al een scheuring in het blok. Dat is het eerste. Het tweede, sterker nog, men vindt het eigenlijk, dat merkt hij ook bij allebei reacties in de Nederlandse kant, ja, eigenlijk een dwaze en een gevaarlijke actie. Ja. Ja? Want de erkenning van een staat, we hebben dat eerder gezien bij de scheuring van Joegoslavië bijvoorbeeld. Dan kwam Duitsland met de vroegte erkenning van Kroatië. Nou, het heeft een hele eigen dynamiek gekregen. Dat is het eerste. Het tweede is het internationaal strafhof, gevestigd ook in ons land, Den Haag. Heeft nu toch een vrij serieuze aanklacht gezien tegen Netanyahu en de minister van Defensie. Ik ben even zijn naam kwijt, maar Netanyahu is even waar ik me op wil richten. Kijk, je merkt een soort terughoudendheid. Want wat betekent dit nu? Kijk, dit is voor de Amerikanen volstrekt onacceptabel. Voor eigenlijk een groot deel van Europa ook, want je... Zodra je dat doet, eigenlijk vervreem je Israël van je. Dus als ze daarin meegaan. Ga je er niet in mee, dan wordt eigenlijk de hele vraag naar de status van het internationale strafhof uitermate problematisch. We schermen daar heel vaak mee. We hebben daar allerlei mensen veroordeeld onder het mom van internationaal recht en de schending van mensenrechten. En we waren daar de grote voorstanders van, en daar, zeker in Nederland. En daarom is het ook allemaal in Den Haag gevestigd.
Ja, en dan komt dus de moeilijke situatie dat we nu daar niet in meegaan. Vorig jaar stonden we nog te juichen omdat Poetin werd aangeklaagd. En daar is een soort uitleveringsverzoek aan gekoppeld. Hè. Dus betekent natuurlijk dat je die mensen ook niet meer kunt ontvangen. Nou, bij Poetin waren we daar heel blij mee. Maar ja, wat zegt dat dan? Nou, en in de kern wordt nu natuurlijk zichtbaar dat de hele... rol van dat internationaal strafhof door en door ook politiek is. Juist. En dat maakt, kijk, we hebben in het Westen hebben we altijd, zeker vanaf de pak een beetje jaren 90, hebben we een soort discours gehanteerd van ja, wij zijn gewoon voor het recht, wij zijn voor mensenrechten. Ja. Dat is niet politiek, nee, dat is gewoon objectieve moraal, die geldt voor iedereen. En als je het niet doorhebt, ja, dan ben je eigenlijk inhumaan, dat zijn de foute regimes. En wat blijkt nu, notabene op eigen bodem, wordt nu een aanklacht ingediend. En de kans is groot dat de rechters meegaan, het moet ergens wel. Wil het strafhof zelf weer zijn legitimiteit bewaren. Maar het zet daarmee internationaal eigenlijk alles onder druk. En wij worden echt beroofd van die vrij genoegzame gedachte dat wij alleen maar, wij voeren het recht uit. Hmm. Wij voeren het recht uit. Hè? En onpartijdig. Los van politiek. Nou, wat zichtbaar wordt, ik heb me altijd gekeerd tegen die opvatting al vanaf de jaren 90, dat dit soort internationaal recht is door en door ook een politiek. Vaak heeft te maken met overwinnaarsrecht. Maar er spelen in ieder geval ook allerlei andere belangen die een rol spelen. En we worden nu keihard geconfronteerd inderdaad met een aantal centrale eigenlijk met een opdoemende crisis binnen een aantal centrale internationale instituties. Interessant is dan wel dat het dan ons raakt, want normaal gesproken is er kritiek natuurlijk dat dit soort instellingen de westerse belangen behartigen en verdedigen. Precies. En dat leven vanuit die niet-westerse landen kritiek. He? Maar nu wordt dus Netanyahu, die eigenlijk gewoon, die is gewoon bondgenoot van het Westen natuurlijk, die krijgt het opeens voor de kiezer. Dus wat moeten die niet-Westerse landen nu zeggen dan? Die kritiek kunnen ze dan niet meer handhaven. Nee, het slaat ook op iedereen terug, ja, natuurlijk. Ja. Maar hoe dan ook op ons. En ik denk dat, want je krijgt ook de vraag van, ja, wacht even, als wij dus met die Israëlische regering om zaken doen, ja, dan worden we eigenlijk medeplichtig. Ja. Dus die protestanten daar, die demonstranten, die worden eigenlijk bediend. Hè? Want ja, kijk maar. Ja. Jullie steunen een regime van de president. Of de minister-president is het ook. Ja, die wordt... Is dit niet ook iets te zwart-wit, Ad? Want je kunt wel zeggen tegen dat regime, wat jullie nu aan het doen zijn, hè, dat gaat in tegen alle mensenrechten, tegen oorlogsrechten enzovoort. We willen jullie daarvoor berechten. Maar dat betekent nog niet dat je daarmee ook per se stelling inneemt in de hele toestand in het Midden-Oosten. En want die worden nu ook een beetje op een hoop. Nee, maar het punt is, je gaat dan dus Netanyahu. Dat betekent dat... Maar die is binnen zijn eigen land ook niet onfeilbaar. Maar niet in deze zin. Nee. Niet in deze zin. Wel dat hij corrupt is. En sommige mensen zijn het ook niet met hem eens. Nou, de rechtsstaat staat ondermijnd. Die hoge rechters... Tuurlijk. Maar de stap die je nu zet, is er wel één die je neemt in een periode waarin er eigenlijk een regering van nationale eenheid is gevormd. Ja. En het is niet dat Netanyahu hier maar op eigen houtje deze strategie heeft uitgedokterd. Hij heeft vrij massale steun. Ja. Dus, en dat maakt het ook allemaal zo problematisch. Ja. En de Amerikanen gaan dit niet accepteren. En wij zitten dus met kabinet Wilders. En Wilders heeft deze week nog zijn onwrikbare steun voor Netanyahu. Ja, gesproken. Dus dat wordt ook interessant dan. Hè? Wat gaat Wilders dan fulmineren tegen dat internationale recht? Ja. Hoe gaat dat dan zich uit? Ja, maar ik denk dat zelfs Van der Plas of ik moet ook, ik weet niet, het zal Pieter Omtzigt denk ik ook de nodige hoofdbrekers kosten dit. Maar ja. Kijk, het is wel zo dat historisch gezien dit probleem vrij onoplosbaar blijkt.
En dat het ook deels door het Westen gecreëerd is, dat Palestijnen denken dat daar een staat is. Dus, je kunt dus ook, je kunt er optimistischer over zijn en zeggen van ze hebben het recht daar een staat te bouwen. Dus de twee-staten oplossing, die trouwens dus nu sinds Rutte met het nieuwe kabinet ook niet meer genoemd wordt in het hoofdlijnenakkoord. Dus de pro-Israël positie van het hoofdlijnenkabinet is, van het hoofdlijnenakkoord is radicaler geworden. Mm-hmm. Dus, maar dat het mogelijk zou zijn dat er daar een Palestijnse staat is, dat ik zie het niet meer. Nee, dus ik zie het niet meer. Dus wat is zo'n kritiek van het internationale strafhof op Netanyahu? Dat impliceert. Ja, dat is ook uithongering, dat zegt hij. Hè? Dus het is oorlogsmisdaad. Gewoon oorlogsmisdaad. Ja. Dus dat hij die hulpgoederen heeft tegengehouden. Ja, en ja maar dat het ligt allemaal veel genuanceerder. Ja, genuanceerder. Het probleem is dat Hamas is natuurlijk vervlochten met Gaza. En daar zit de nuance van. Dus als Hamas zegt we delen die hulpgoederen uit, dan worden die gewoon uitgedeeld. Weet je, en dan komen ze ook gewoon binnen. Dus het is de berichtgeving vanuit Gaza is natuurlijk ook heel ingewikkeld, omdat wij zijn er niet. Buitenlandse verslaggevers zijn er niet. We doen net alsof Gazaanse burgerverslaggevers daar objectief verslag doen van het conflict, wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Dus we weten eigenlijk nauwelijks echt wat zich daar afspeelt. Dus een heel groot deel van de propaganda van Hamas wordt gewoon overgenomen ook door sympathiserende westerse media. Ja, maar ik denk dat daar echt wel genoeg ellende is en dat in oorlog gaan altijd mensen over de scheef. Hè? Dus dat zal ook echt bij Israël ook gebeuren. Hè? Er geen twijfel over. En ik denk, hè, ik heb wel gezegd, maar meeste zorgen om die, ook om die reactie die dit kan ontketenen. Ja. Maar waar het nu eigenlijk over ging, en wat mijn interesse heeft, is dat je die innerlijke verdeeldheid binnen het Westen ziet. Ja, ja, ja. Ja. En de vraag is, wat betekent dit op langere termijn? Helemaal als Trump aan de macht komt in november. Ja, nou ja, laten we speculeren dan. Waar kan dit toe leiden dan? Dat delen van het Westen een hele andere koers willen gaan volgen, de linksere regeringen dan de rechtsere partijen die sowieso in Europa. Ja, verbrokkeling is, daar begint het natuurlijk mee. Ja. Kijk, voorlopig hebben we natuurlijk nog één grote gemeenschappelijke vijand, dat is Rusland. Ja. Dat houdt de NAVO nog bij elkaar. Maar ik denk ook daar is natuurlijk de vraag wat de verkiezingen van komend jaar, wat die gaan doen en wat er in Duitsland gaat gebeuren. Nou, de kans dat de AfD aan de macht komt denk ik niet zo groot. Nee, helemaal nu niet meer. Helemaal nu niet. Nee. En als CDU weer wordt, ja, die gaan wel op een vergelijkbare koers verder, denk ik. Frankrijk is wat minder helder. Europese verkiezingen. Maar ja, Meloni en Wilders blijken toch ook niet een hele radicale koerswijze. Nou ja, ze zeggen nu ook dat Meloni stap voor stap toch de touwtjes aan het aantrekken is. Dus het... Ja, ja, hoe dan ook, zei de volatiele situatie. Zou niet ook toch even om het tegen, want ik merk dat er toch wel veel in dezelfde lijnen gedacht wordt, dan zet ik er graag iets tegenover. Zou het niet ook kunnen zijn dat er hier gewoon kijk, ik zie het ook wel, hè, die porositeit van onze eigen, van ons eigen bestuur, ook wel van die westerse wereldorde, uiteraard. Maar zou dat niet ook als we het iets optimistischer aanvliegen, een noodzakelijke tussenstap kunnen zijn naar een meer zelfreflexieve manier om te gaan met internationaal recht? Het is toch ook zo, je noemde het net zelf, dat er een soort overwinnaarsrecht toch wel vanuit die internationale instituties over de wereld heen gerold is. En dat nu, ja, die multipolaire orde zal toch ook onze opvatting van hoe wij zelf die wereld kunnen bestieren moeten aanpassen. En ja, maar nu in die ontwikkeling. Zeker. Maar de vraag is wat dat betekent voor de status van die instituties. Ja. Want je hebt ergens, wanneer je het over recht hebt, heb je altijd de ambitie gehad, in Nederland althans, om dat juist los te maken van die politieke dimensie. En daar zo legitimeerde je ook een bepaald soort stappen. En ook met een beroep op mensenrechten enzovoort. En nu zie je datzelfde beroep ook tegen jou gebruikt gaat worden. Of tegen zelfs het Westen als geheel. En ik denk dat ook wanneer Poetin en Xi allebei zeggen dat ze het internationaal recht een warm hart toedragen. Ja, dat vinden wij tamelijk ironisch. Maar dan hebben ze daar een ander soort recht bij in gedachten dan de rule-based order, die met name door vanuit de hegemoniale positie eigenlijk door Amerika werd gehaald. Dus ik denk dat het een
Het vereist een hele fundamentele aanpassing. En de vraag is, wat betekent dat voor zo'n institutie? Het zijn allemaal signalen dat inderdaad die unipolaire wereld waarin die empire, de Verenigde Staten, dat was de hegemon. Hè, en die bepaalde in principe wat er gebeurde natuurlijk. En die is uitgedaagd al jarenlang. En het komt nu tot een soort van escalatie misschien wel via het conflict in Oekraïne en ook via het conflict in Gaza. Want in Gaza zitten het Westen staat aan de kant van Israël, maar Rusland, Iran, deel China staan aan de kant van Hamas. Daar komt het op neer. En dat conflict speelt zich ook hier af nu. En dat vertaalt zich dus nu ook in dat internationaal recht. Dus we zitten midden in, jij zegt, kan het een correctie zijn? We weten niet waar het naartoe gaat. We weten alleen dat we midden in een paradigmawissel zitten. Ja, ja. En we weten niet hoe de Amerikanen gaan reageren. Alles hangt natuurlijk af van de reactie van de Amerikanen. Als dat Trump aan de macht komt zometeen. Dan zitten we in een nog interessanter tijd. Want wat gaat Trump met China doen? Wat gaat hij met Israël doen? Het kan best zijn dat hij tegen Israël zegt, ja, nu is het al mooi geweest. Weet je, dat weet je niet omdat hij zo onvoorspelbaar is. En maar daar kunnen we dus ook heel weinig over zeggen. Dat gaat zich uitrollen het komende jaar kennelijk. Weet je. Ja. Maar die constatering dat we inderdaad in een tijd van paradigmawissel zitten. En dat zie je dus in alles terug. Zelfs in onze eigen verkiezingen. Ja, dat vind ik zo interessant. En in zo'n periode kun je eigenlijk bijna geen conclusies trekken natuurlijk. Hou die gedachte vast. Ad, jij gaat naar Filosofische School Nederland. Jij moet lesgeven. Ja. Maar wij gaan met z'n drieën er nog even door. Zeker. Even jouw slotwoord. Nou ja, laat ik. Bij de Filosofische School denken we onder andere na over deze problemen. Daar gaan we het vanmiddag ook zonder meer over hebben. Als mensen daarin geïnteresseerd zijn. We hebben op 6 juni nog een open avond. Dus laat iedereen zich vooral opgeven. Die interesse hebben in een leergang van de Filosofische School. Wat gericht op het hoger management. Zowel bij de overheid als bedrijfsleven. Met de grote strategische vragen rond deze tijd. Of het gaat over technologie. Of het gaat over de wereldpolitiek. En de verschuivingen daarin. Energie. De interne spanningen, de opkomst van populisme. Dat behandelen we daar. En dat zijn hele mooie programma's. Dus ik ga nu naar het middagdeel. Ik heb gisteren daar ook al even wat gedaan. Maar nu ga ik naar het middagdeel om met die mensen van gedachten te wisselen. Rond ook deze thema's. Leuk. Nou, ja. Het is bijna een goed excuus om hier te zeker. Ja, zeker. Oké, maar nog een vruchtbare voortzetting. En Wiert, hartelijk dank voor je komst. Dank je, Ad. Wij zien elkaar snel. Altijd fijn om hier te zijn. Oké. Zo, Ad is ontkoppeld. Wij zijn licht verschoven. Ad had het net over de Filosofische School. En dat is eigenlijk een opleidingsinstituut voor maar het hoge bestuurskader. Maar bij de Nieuwe Wereld doen we ook dingen voor iedereen. En ik wil er even een paar noemen. Op 12 juni is er een harddrugsavond op de Vrije Universiteit. Die in samenwerking met ons, met de Nieuwe Wereld dus, georganiseerd is. En dan gaan we het hebben over het nieuwe tolerante HASMA-beleid over harddrugs. We gaan het ook hebben over verslaving. In allerlei opzichten, waaronder ook bestuurlijk en spiritueel perspectief. Dus kom als je daarover wil meediscussiëren, want het is echt een avond die daarop op gericht is. Ondertussen zijn er genoeg monologen van experts, dus je komt ook aan je trek als je alleen maar luistert. Maar het is wel uitdrukkelijk de bedoeling dat je mee komt discussiëren. Dus ik heb ook met studenten een soort opzetje om met elkaar beter naar elkaar te luisteren en te kijken wat we zo met elkaar kunnen bedenken over de morele vragen rondom omtrent harddrugs. Socratisch gesprek. Ja, een soort Socratisch gesprek. Dat wordt hartstikke leuk. Dus kom 12 juni in de avond naar de VU in eigenlijk de mooiste collegezaal die we hebben. De Visser Commercial binnenkomt, KC07. Dus wees erbij en dat is voor iedereen. Ja, de Filosofische School is natuurlijk meer iets wat je in het kader van je werk doet. Hè? Ja. Hoeft niet trouwens, je kunt ook als jezelf. Nou, topondernemers komen er ook. Moet wel even verschillen. Ja, het is ook voor mensen uit de economie. Maar dit is gewoon een nieuw wereldpubliek ook. En de 28e hebben we natuurlijk dat evenement in Utrecht. En dat is meer een klassieke seizoensbijeenkomst van de Nieuwe Wereld. Dus dat is een grote bijeenkomst. Hier tussen dus ook. Honderden mensen. Ja. Ja, dan gaan wij lekker in gesprek. Dat wordt ook heel leuk. En dan eindigen we ook weer in het café. Dus dat even als reclame tussendoor. Ja, Wiertje had het net over de onvoorspelbaarheid die een eventuele verkiezing van Trump met zich mee zou brengen. De paradigmawisseling van monopolair naar multipolair. Ja, dat is dus eigenlijk. Er komt naast het Amerikaanse hegemon, zoals je dat noemde, komt er een nieuwe orde met een nieuwe munt. Hè, dus. De BRICS-landen zullen ook weer meer gericht zijn op een borging in goud en andere edelmetalen.
Er komt ook een andere veiligheidsopvatting daarmee, meer samenwerkingen. Bijvoorbeeld tussen Rusland en China en minder tussen Amerika en Rusland. Nou, die zijn al, het is al op een zeer laag pitje gezet. Helaas moet ik zeggen, want het zou toch beter zijn als we met elkaar in verbinding blijven. Maar die multipolaire wereldorde, die dus eigenlijk vooral op neerkomt dat er naast Amerika iets anders komt, denk ik. Uh-huh. Dus dat is op zich een discussiestuk. Hè? Is het nou multipolair of gaan we gewoon naar, hoe heet dat, duopolair? Gaan we gewoon naar twee orden? Ja. Of verbrokkelt er heel veel? Noem je gewoon polair? Ja. Nou ja, dus Poetin gebruikt altijd multipolair. Dus dat is echt een dingetje van Poetin. Hè? Die heeft zich verzet tegen die unipolaire wereldorde. Heeft altijd gezegd, ja, waarom moeten wij dat accepteren? Waarom laten wij ons opdringen wat het Westen wil, wat de Amerikanen willen? Wij eisen onze eigen rechten op als beschaving, als grote cultuur, als regionale grootmacht. En de Chinezen die vinden dat natuurlijk ook. En die heeft het dan altijd over een multipolaire wereldorde die hij dan voor zou staan. Ja. In ieder geval zijn er verschillende breuklijnen in de multipolaire orde. Israël is er één. En een andere is, en ik denk eigenlijk dus dat in de harten en hoofden van de Amerikanen en ook veel Noordwest-Europeanen uiteindelijk Israël zeg maar het oogappeltje is. Dus mijn intuïtie zegt heel erg van ze gaan dus geen enkele concessie doen op Israëlbeleid. Dat is wat ik denk dat gaat gebeuren. Dus in die zin vrees ik ook heel erg dat Gaza dat letterlijk leeggeveegd wordt. Dat is al bezig. En dat die mensen dus via Ter Apel in Europa eindigen. Dus ik zie het niet gebeuren dat ze in Egypte worden opgenomen. Ik zie het ook niet gebeuren dat er een twee-staten-oplossing is. Heb je over honderdduizenden mensen? Ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Ze worden nu toch ook, de critici spreken al van genocide. Dus er staat heel veel druk op. Ik zie een twee-staten-oplossing, dat zie ik niet gebeuren. Uiteindelijk binnen het hegemon van Amerika is Israël gewoon het oogappeltje. Dus, maar goed, dat is één stap. De tweede is, dan laat ik Wiert ook weer even reageren. Taiwan, we zagen afgelopen donderdag ook een soort quasi-omsingeling van het eiland. Van het land of van de afsplitsing of van de provincie van China ligt aan je perspectief. Naar aanleiding van een redevoering van de minister-president daar. Of hoe heet die functie daar? Ja, de nieuwe verkozen president. Ja, maar met behoorlijk wat trots over Taiwan wordt gesproken. Kijk, dat is ook in de economische zin. Ik denk dat Israël zeg maar in de harten en hoofd. Ik gebruikte het woord niet voor niks. Dus dat, ja, maar is, dat is echt. Laat me nou even. Het is niet alleen in de harten en hoofd. Het gaat om olie en gas. Ja, dat is. Maar gaan we het zo nog? Ik ben geen Marxist. Dus ik denk dat men de sterft uiteindelijk meer mensen voor een god dan dat er voor een of een moraal dan voor oliebronnen. Maar het is waar, olie is niet onbelangrijk. Als je het over Trump en Israël hebt, heb je het onvermijdelijk over olie. De hele Golanhoogvlakte is onder de auspiciën van Trump ingenomen. Dat is niet gebeurd omdat daar zo lekkere stenen op de grond liggen. Nee, ik weet hoe economen denken en Marxisten. Ik denk dus niet zo. Ja, het is echt een morele issue. Het is echt een morele. Denk je dat echt? Ja, denk je absoluut. Echt dat dus iemand die dat echt niet waar vindt is meteen een Marxist? Dus als ik dat te berden ben, dan economen denken in oliebronnen, dat is uiteindelijk niet zo belangrijk. Ik geloof ook niet dat Israël nou inderdaad zo'n omstreden gebied is, omdat wij daar grondstoffen vandaan willen halen of zo. Het is ook een moreel project natuurlijk. Het is een moreel project. Ja. Voor het grootste Het is nog veel erger. Er is in het Westen vanaf de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk vanaf de boomers die in de 68 oud zijn, is er eigenlijk geen één moraal meer over. Nee, alles mag. Israël, ja. Met veel vrouwen, met de seksuele revolutie, dus daar begint het al eens. Inderdaad. Dus permissief drugs, dus veel toelaten van drugs. Het is ook maar een jointje enzovoort. Afbreken van instituties, afbreken van kerk, afbreken van landen. Wat dat betreft ben ik heel benieuwd hoe de babyboom in de geschiedenisboeken gaat eindigen. Is een breekrelatie, is lopen. Maar ze hebben ook wel dingen gebracht hoor trouwens, emancipatie. Dus we moeten ook proberen het positief erin te blijven zien. Israël? Er is eigenlijk niet veel overgebleven aan morele, heilige oriëntatiepunten dan de Holocaust, dat nooit meer. Ja, dat is het eikpunt van hun moraal. Is eigenlijk mag alles, maar één ding mag niet. Dat is nog een keer de Holocaust. Nou, wat is de belichaming daarvan? Israël. Dus ik denk dat het geweten is helemaal uitgehold de afgelopen 40 jaar. Maar dit zit heel diep in. Daarom is het ook een oogappeltje. Het is, dus ik denk echt dat het, zeker in Amerika, maar ook in Noordwest-Europa, moeilijk zal zijn daar kritiek op te hebben. Met name in Duitsland. Kijk, het hele idee van Duitsland, het naoorlogse Duitsland, baseert zich op de bescherming van de staat Israël. Zelfs een grote, de massakrant als Bild heeft in zijn statuten staan, zult altijd opnemen van Israël. Mm-hmm. Het idee nu is ook de bescherming van de Joden en van Israël. Zelfs
Antifa in Duitsland is niet anti-Israël. Snap je? Anti-Joods. Maar dat kan... Zelfs Antifa zich niet veroorloven in die Duitse context om met antisemieten in verband te worden gebracht. Dus in die zin is het bij uitstek en een moreel project. En een project dat natuurlijk door hele machtige lobby's, hè, de Joodse lobby, wordt beschermd ook. Want het staat natuurlijk buiten kijf, ook zonder antisemitisch te zijn, kun je natuurlijk wel constateren dat Joodse Amerikanen of Amerikaanse Joden en zo, en ook Europese Joden natuurlijk enorm veel invloed hebben, ook in politiek opzicht. Mm. Dus die zullen dit inderdaad nooit laten lopen. Maar of dat betekent dat er dan voor die Palestijnen geen plek meer zal zijn. Je kunt natuurlijk ook denken dat als Hamas daar is weggevaagd, dat die mensen toch terugkeren en dat er onder internationaal auspicie daar een aan de wederopbouw wordt gedaan. En ja, maar de frustratie zal zo groot zijn, onder andere bij de Palestijnen. Ja, ik ben niet Duitsland zo... is ook weer heropgebouwd. Ja, dat is waar. Door het Marshallplan. En stel dat die internationale gemeenschap eindelijk eens een keer de rug recht en zegt, jongens, dat kan ook niet. Je kunt niet zo'n Gazastrook hebben waar mensen in een soort van gevangenschap verkeren. Ook vanwege, dat is ook omdat Israël anders onveilig was. Hè. Dat bleef raketten regenen natuurlijk vanuit Gaza. Maar dat kan niet. En je kunt ook niet een situatie hebben zoals in Gaza, waarin kinderen worden opgevoed en helemaal volgeplemd met allerlei antisemitische karikaturen over Joden. Dus wij gaan daar dan als internationale gemeenschap iets aan doen. Hè? En dan dat zou natuurlijk ideaal zijn. Laat die mensen terugkeren, bouw het weer op, bedenk een andere status dan voorheen en zorg ervoor dat die jonge generaties niet worden volgeplemd met vooroordelen over Joden. De vraag is inderdaad of dat kan. Maar ja, iets anders kan natuurlijk niet. Je kunt niet honderdduizenden Palestijnen naar Europa halen en ze hier onderbrengen via Ter Apel op het moment dat wij allerlei rechtse regeringen hebben die zich juist keren tegen dat soort massa. Nou, het is ook niet mijn ideaal, het is meer het scenario wat zich begint af te tekenen. Nou, één aanvulling hierop. Hè. Israël en zeker de hardliners binnen Israël moeten dit ook steunen. Dus de internationale gemeenschap, maar ook Israël zelf moeten gaan toestaan dat daar iets ontstaat aan hun grens. Ja, maar als de verkiezingen komen, komt daar een andere regering ook natuurlijk. Ja, nou ja, ja. Dat is nu wel, dat is nu wel zeker. Ja. Dus, maar ik weet niet waar jullie te passeren eigenlijk. Wat? Maar jij denkt allemaal dat Netanyahu zo populair is in Israël? Nou, ja, eerst nog maar zien hoe deze oorlog zich verder ontwikkelt. Dus dat kan nog veel erger worden. Dus dat kan nog veel erger worden. Nou, maar als het veel erger wordt, dan heb je het over de interventies door Iran en Hezbollah. En dat is op dit moment niet aan de orde. En dan, dat had natuurlijk al kunnen gebeuren. En het feit dat nog niet is gebeurd, duidt er wel op dat zij toch niet zo zeker zijn van hun zaak, hè? Iran en zijn proxies. Maar ja, als het dan escaleert op die manier, dan zitten we in een nog veel groter probleem natuurlijk. Maar ik denk als Hezbollah en Iran zich er niet mee bemoeien, althans niet op massale schaal, dat Israël er wel eens zal slagen om Hamas uit te schakelen, eerlijk gezegd. Maar dan zit je wel met die puinhopen daar in Gaza natuurlijk. En met die mensen die allemaal ontheemd zijn. Dus wat ga je daarmee doen? Dat is zo. Maar daar kun je wel iets mee doen. Ik bedoel, in Joegoslavië waren natuurlijk ook grote vluchtelingenstromen. Hè, voormalig Joegoslavië. Hm. En uiteindelijk is dat toch ook op de een of andere manier weer gestabiliseerd geraakt. Hm. Maar goed, we zitten nog midden in die oorlog natuurlijk. Nee, maar het is interessant om daar zo over te speculeren. Ja. Over die multipolaire wereldorde had ik ook nog die as van Taiwan, die ik dan even economisch noemde. Maar die is ook wel duidelijk economisch. Dat is eigenlijk de lijn van Silicon Valley, Veldhoven, TSMC, dat grote bedrijf in Taiwan. En nu is Taiwan dus in opstand aan het komen tegen China. En China is daar met de harde hand op aan het reageren. In ieder geval met een grootse legeroefening dus, afgelopen donderdag. Dat geeft wel te denken van wat als dat uit de hand loopt en China daar weer de dienst uit gaat maken. Wat dat voor de toevoer van Silicon Valley gaat betekenen. Raken we de chips kwijt. Ja, en lukt het Amerika om een alternatieve industrie op te bouwen? En ik zei al Veldhoven, maar ASML speelt er ook een grote rol in. Dus krijg je dan een soort knip in de globale chipindustrie. Dan zal de klad komen in die markt. En er zijn echt de allergrootste bedrijven mee gemoeid. Maar ook chips die in stofzuiger worden gemaakt, die komen vaak uit dat soort
fabriek uiteindelijk. Het is ook vreemd dat wij die Taiwan bijna dat monopolie hebben gegeven van die industrie. Absoluut. En dat heeft iets te maken met de ontwikkeling van die business. Namelijk dat in die hyperkapitalistische orde is concurrentie ook iets wat niet echt meer bestaat. Ja. Dat zijn eigenlijk grote conglomeraten. Ja. Dus ASML is zelf ook een voorbeeld van een bedrijf dat gewoon allerlei bedrijven heeft opgenomen. Ja. Net zolang tot er niet echt meer concurrentie is. En als er dan een concurrent de kop steekt, dan kopen ze dat op en dan vernietigen ze het. Gewoon, Dus het is ook een tendens in het kapitalisme dat uiteindelijk grote partijen conglomeraten worden en geen concurrentie dulden. Ja. Interessant. Ja, daar maak je zelf dus ook heel kwetsbaar mee dan. Ja, ja, in dit geval wel. Ja. Maar dat betekent ook dat Amerika misschien dus de tanden kan laten zien. En dan ontketent Amerika dus een conflict met China. Als ze toch Taiwan als hun eigen fabriek blijven zien. En dat sluit ik ook niet uit. En dat heeft te maken met toch één woord. Dat heeft te maken met die multipolaire wereldorde. Dat is dus eigenlijk een alternatieve orde die opkomt naast die Amerikaanse. Ja. En jij noemde dat even hegemon. Maar dat is het natuurlijk ook. Ja. Op dit moment zou, als er een oorlog zou uitbreken, Amerika nog winnen. Ja. Dus is het niet zo dat er ook... Amerika is gewoon het sterkst. In ideologisch, we kijken allemaal Netflix, economisch. Nou, winnen. Er zijn ook oorlogen die nou eigenlijk elke oorlog kun je niet winnen, maar er zijn oorlogen die je helemaal niet kan winnen. En daar is dit er toch wel. Hoe kan Amerika van China gaan winnen dus in een oorlog? Daarom leg ik het even in. Dit is niet zomaar zeg maar, de opkomst van een multipolaire wereldorde. Ik moet er maar zien dat het getolereerd wordt, ook door Trump. Want de economische belangen zijn echt heel groot in Taiwan. Dus misschien zeggen ze wel, we pikken het niet. Ja. Okay. Dan heb je dus echt de derde wereldoorlog. Ja. Maar dat heb ik hier geloof ik ook wel vaker gezegd. Als je met Amerikanen spreekt, hè, dus die bij denktanks of die richting Pentagon zitten of voormalige bewindslieden of mensen rond die kabinetten dan. Mm-hmm. Voor hen is deze analyse totaal vanzelfsprekend. Amerika kan geen oorlog op twee fronten voeren. Dus kan niet tegelijkertijd militair actief zijn in Europa tegen Rusland en tegen China. Die oorlog met China gaat sowieso komen over Taiwan. Of de hegemonie in de Zuid-Chinese Zee. Die komt eraan. Een echt militair conflict. Dus wat er nu gebeurt in Europa is voor ons Amerikanen enorm gunstig, positief. Omdat wij schakelen dus voor een deel de militaire macht van Rusland uit. Althans, die putten we uit. Hè. Op den duur zal Poetin er niet meer in lukken om nog manschappen bij elkaar te brengen en zo. We krijgen niet de eigen bodybags, want het zijn de Oekraïners die daar voor ons vechten. Europa neemt de vluchtelingen op en ondertussen verkopen wij duurdere gas dan wat Europa eerder kocht van Rusland. Verkopen wij in Europa. Dus dat is voor ons een hele gunstige situatie, omdat we ons vervolgens kunnen richten op China. En dan vraag ik van maar hoe gaat zich dat conflict dan ontwikkelen? Ja, dat weten ze dan niet, behalve dat zijn Amerikanen, dat ze natuurlijk van overtuigd zijn dat ze China uiteindelijk zullen verslaan, maar wel dat ze China in het Chinese hok zullen weten terug te dringen over Taiwan. Dat is hun analyse. En wie ben ik om dat tegen te spreken als die mensen ingangen hebben bij allerlei belangrijke instituten en ministeries en denktanks en zo. En ik geloof dat ook wel. En bovendien, je ziet ook politici zoals die Mitch McConnell en zo en anderen, die zie je dit ook letterlijk gewoon ook zeggen. Hè? Zo cynisch ook. Van, die Oekraïnse oorlog, eigenlijk profiteren wij daar vooral van. En die rekening is er ook niet helemaal opgegaan in de zin dat Rusland juist militair heel erg zijn systemen heeft kunnen integreren, heeft kunnen oefenen, veel beter organiseren. Nou, dat is dus het probleem. Dat is natuurlijk aanvankelijk dat ze nu ook tegen een Rusland aanlopen dat zich toch kraniger. Dat is niet de juiste term, maar dat zich beter herorganiseert, ook als economie, als oorlogseconomie en ook militair, dan ze waarschijnlijk hadden gedacht. Maar het is nog altijd niet zo dat ook Amerikaanse militairen daar sneuvelen en op dat slagveld kunnen de Amerikanen wel hun wapens uittesten. Hè? En dus dat gaat nog altijd wel op. Alleen ze onderschatten, en dat heb ik ook vanaf het begin toen die oorlog begon, die invasie begon, ze onderschatten dat je Rusland bijna niet kunt uitputten. Hè? En dat je Rusland uiteindelijk niet echt kunt verslaan. Daarvoor is het land ook veel te groot. Het is gewoon een enorme landmassa, weet je. Die loopt tot aan China en Vladivostok tot aan Japan en zo. Hoe ga je vredesnaam zo'n land verslaan? Dat gaat niet gebeuren. Want dan trekken ze zich gewoon terug achter de Oeral, hè? Wat ze in de Tweede Wereldoorlog ook deden met hun industrie. En dan laten ze die fabrieken daar op volle toeren werken. Dat geldt voor China dan toch ook? En dan gaat natuurlijk geld voor China natuurlijk ook. Dus hoe zij denken over dat concept winnen,
Dat weet ik niet. Ik denk dat ze vooral ook in ook economische termen dan Trump vooral natuurlijk tegenover China. Dat ze dan denken we gaan China economisch kapot maken. En dat deed Trump door die industrieën proberen terug te halen en hun eigen industrie weer op te bouwen. Waardoor hij niet alleen zijn electoraat bediende, maar in ieder geval ook uit strategische veiligheidsoverwegingen toch wel kans zag om China wat dat betreft in zijn ogen althans te verzwakken. Op die manier zal het wel gaan. Alleen dat weten we nu. Dat hangt natuurlijk al heel sterk af of Trump president wordt of niet. Maar dat conflict... Ja, is dat zo? Want ik ben Trump en bij Biden allebei. Het zijn hele oude mannen allebei. Heb je Biden van de week gezien, dat fragment? Ja, dat hij echt act. Gewoon, ja, hij kan echt simpele zinnetjes gewoon niet meer. Ja, maar Trump is ook niet, ook ingewikkeld. Het is natuurlijk al zo, je moet zo iemand ook niet beoordelen naar zijn woorden, maar... Maar hoe moeten wij ons überhaupt tegenover China verhouden? Want Europa is natuurlijk altijd geneigd om met China toch te handelen, te overleggen, de handel te drijven. We zijn afhankelijk voor de transitie, die energietransitie zijn we afhankelijk van China ook. Want al die grondstoffen die gaan daar naartoe, die worden daar verwerkt en dan krijgen wij ze. Dus ze hebben dat helemaal, die industrie hebben ze helemaal gemonopoliseerd ook. Ik zie in Frankrijk ook nog geen lithiummijn openen, eerlijk gezegd. Nee, nou ja, precies. Maar de hele processing daarvan, dat gebeurt allemaal in China. En, nou, we zijn ook nog bezig, denk ik, met de ontvlechting uit de Amerikaanse hegemonie. Dus we zijn nog tot besef aan het komen dat we niet altijd onder de vleugels van Amerika kunnen vliegen. En we hebben ook best wel wat om trots op te zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n ASML is een Nederlands bedrijf of een Europees bedrijf. Het is wel een klein straalmotortje dat je kan zetten op een soort samenwerking met China. En Amerika zal het niet willen. Maar ik denk dat het sowieso, dat het sowieso zinvol is om als je naar een multipolaire wereldorde gaat na te denken over wat zou ook de verhouding van de EU in relatie tot bijvoorbeeld India zijn. Nou, of er ook zo'n soort blok mogelijk is. India zit al helemaal in het kamp van die BRICS natuurlijk. Terwijl India is een enorme opkomende macht. En wat jij zegt, kijk, grote bedrijven zo, die willen gewoon zaken kunnen doen natuurlijk. Ja. Maakt niet uit met wie. Maar ja, dan gaat opeens, ofwel komen we met het morele argument van jij moet geen zaken doen met een land dat de mensenrechten schendt. En de Amerikanen gaan zeggen, jij moet geen zaken doen met een land dat onze economische belangen schendt. En dan gaan ze dat via de mensenrechten spelen natuurlijk. Dus dat is altijd enorm balanceren en laveren. Maar daar zijn we goed in. Dus daar moeten we ook goed in blijven. Ja, misschien ja. Totdat de Amerikanen zeggen, ja, maar het is nu wel mooi geweest. Ja, we zijn ook niet in land. Heren, ik vind dit een mooi bruggetje. Volgens mij, we signaleren het. Hè? Ook de oefening rond Taiwan, we hebben het erover gehad. Volgens mij komen we hier nu niet heel veel ver. Ja, laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar even naar de interne Europese politiek. Over 2 weken staan de verkiezingen op de rol. Tussen 6 en 9, of van 6 tot en met 9 juni wordt er gestemd voor het Europees Parlement. Om het toch maar even zo te noemen. Gisteren, we nemen dit op vrijdag op. Op donderdag is er een debat geweest tussen de spitsenkandidaten. Waar een kwart van de, volgens de opiniepeiling een kwart van de stemmen eigenlijk niet vertegenwoordigd was. Want de twee meest rechtse partijen, zoals we maar even noemen, Identiteit en Democratie en de ECR, die zijn daar niet vertegenwoordigd. Omdat die namelijk niet vinden dat er op die manier een voorzitter van de Europese Commissie gekozen moet worden. Dus die hebben helemaal geen spitsenkandidaat. En de European Broadcasting, wat is het, Union, die heeft gedacht, nou mooi, de EBU, hoeven jullie ook niet uit te nodigen. Dus daar stond een soort debat van mensen die het eigenlijk min of meer met elkaar eens zijn. En die gaan winnen. Met Oekraïense vlaggetjes op hun mouw gespeld. Oh, ja, heb je het gezien? Ja, ik heb het delen van gezien, ja. Ik zag Bas Eickhout, die was er volgens mij ook actief. En was dat in dat debat? Ja, was volgens mij hij is de baan. Kijk, geen Nederlandse televisie, maar in ieder geval dat die 5 mensen op een podium stonden met 2 van die Eurovision Song Contest-achtige presentatoren met een vrolijk optimistisch toontje. Het was een soort surreële iets. Maar laten we dat bespreken, het debat. En misschien ook om het nieuws van deze week was toch wel dat er binnen 2 van de grote fracties
trammelant is. Ja. Enerzijds omdat de VVD in Nederland in die coalitie is gestapt. Mm-hmm. En ook al is het dan extra parlementair, toch vond de Franse kandidaat die binnen hetzelfde Europese verhaal valt als de VVD. De liberalen. En overigens D66, ja, de liberalen. Die Ayé die heeft gezegd, nou, we willen de VVD er niet meer bij hebben. Ja. Daar moeten we het maar eens over hebben. Omdat ze met de PVV gaan in de coalitie. Ja. Precies, omdat ze in het kabinet zijn gestapt. En de AFD, nou, daar begon jij al even over. Hun lijsttrekker heeft wat niet heel handige dingen geroepen, waardoor de ID-partij of de EU of de ID-fractie in het Europese parlement ook gezegd heeft, AFD mag niet meer bij ons. Ja. Dus allemaal gerommel, zelfs al binnen die grote Europese fracties deze week. Ja, en dan zo'n debat. Ja, waar zit je naar te kijken? Hoe hebben jullie het? Hoe hebben jullie het gezien? Je hebt dus zitten kijken in ieder geval naar dat debat. Nou ja, kijk. De ellende van de Europese Unie natuurlijk is dat onder de afgelopen jaren zo'n ideologisch kader, een neoliberaal globalistisch project is geworden, die Europese Unie. Waarin heel veel Nederlanders, ook Nederlandse burgers, zich helemaal niet mee herkennen. Toen het vooral een economisch project was en een project van, nou ja, vrij reizen. Toen konden natuurlijk heel veel Nederlanders nog zeggen, oké, ik kan me hiermee vereenzelvigen. Maar op het moment dat het ook dat vanuit Brussel telkens steeds meer oekases komen naar de lidstaten van je mag zus, je moet zo, je moet zus en zo. En op het moment dat ook binnen die lidstaten en dan vooral in Nederland wordt gezegd, ja, we kunnen eigenlijk helemaal niet meer soevereine besluiten nemen, want we zijn afhankelijk van die Europese Unie. En daar wordt voor ons gedacht en daar wordt voor ons bepaald wat we wel mogen, wat we niet mogen, op gebied van stikstof, op gebied van immigratie, op gebied van allerlei gebieden. Toen ontstond er natuurlijk steeds meer weerstand. Met als gevolg dat nu in die peilingen die rechtse partijen die veel meer Europa's EU-sceptisch zijn en die veel meer soevereiniteit terug willen pakken, in die peilingen bovenaan staan, zoals de PVV in Nederland en Le Pen in Frankrijk en zo. En AfD tot dat moment dat die lijsttrekker natuurlijk weer hele domme dingen over de SS ging zeggen. En dat is ook logisch. En ik aarzel zo in het begin, omdat ik dacht, ja, ik ben eigenlijk altijd voorstander geweest van de Europese Unie, omdat ik ook begrijp dat je samen moet werken als Europa, zeker als binnen die nieuwe wereldorde die er aankomt en zo. Maar op het moment dat dat dus zo gekaapt is eigenlijk, dat die Europa door dat soort links-liberale partijen zoals nu het geval is geweest, moet je bijna op een gegeven moment tot de conclusie komen, laten we het dan maar uitstappen. Ga dan toch maar pleiten voor een exit, want dit leidt nergens meer toe, omdat het geen enkele aansluiting meer heeft op het sentiment van een meerderheid van de Nederlandse kiezers bijvoorbeeld. Maar ja, misschien dat nu als die rechtse partijen gaan winnen, dat er een correctie gaat plaatsvinden dan. Zou dat zo zijn? Want ze peilen nu ongeveer een kwart. Hè? Peilen ze nu, nou, hebben we in Nederland ook gezien dat Wilders ook niet altijd peilt wat hij uiteindelijk wint in de verkiezingen. Nou ja, het staat vast dat die rechtse partijen het goed gaat. Maar ze gaan winnen in de zin van dat ze meer zetels gaan halen dan ze de vorige keer. En het hangt natuurlijk heel sterk van af wat de grote landen gaan doen. Nou, in Frankrijk ziet er naar uit dat Le Pen het gewoon heel goed gaat doen. En tot voor kort is die AfD. Maar de partij van von der Leyen staat nog wel. Die Polen echt een dubbele aantal zetels dan de ID-blok en het NCR-blok. Ja, nou ja, dan krijg je dus waar het altijd over had. Eerder. Die verbrokkeling die gaat zich dan dus ook binnen dat die Europese, die wereld van de EU ga je zien. Waarin hele totaal andere opvattingen over wat de EU zou moeten zijn en wat de natiestaat moet zijn en zo, veel nadrukkelijker over tafel zullen gaan komen. Ik bedoel, zometeen gaat die PVV met een aantal mensen daar zitten, bijvoorbeeld in Brussel. Nou, die zullen toch heel ander geluid laten horen dan Guy Verhofstadt laten horen. Het feit dat nu de VVD eigenlijk zou moeten verdwijnen, volgens die Franse mevrouw, uit een coalitie van partijen, waar notabene ook Guy Verhofstadt, hè, de grootste eurofiel en ook de meest luidruchtige dan, deel van uitmaakt. Dat zegt natuurlijk heel veel, omdat het feit dat de VVD überhaupt deel uitmaakte van een
van die partij daar in Europa, waar ook Guy Verhofstadt deel van uitmaakt, dat zei dus heel veel over de oude VVD. Want dan kun je van zeggen, nou eigenlijk, hoe kan dat überhaupt, weet je wel. Dat Hans van Balen destijds met Guy Verhofstadt samen op die Maidan stonden. Terwijl zich dus nu een VVD ontwikkelt, die wil samenwerken meer radicaal rechts, zeg maar. Die totaal geen aansluiting meer heeft met de gedachtenwereld van zo'n Verhofstadt. En dat is natuurlijk heel interessant om te zien. Ja. En ik denk dat die EU alleen kan overleven echt als ze de aansluiting weer vinden bij grote delen van dat Europese electoraat. Wat zich nu in Nederland ook heeft gemanifesteerd. En dat ze anders. Omdat het anders wel zou kunnen mislukken eigenlijk. Alleen je ziet binnen die Europese bureaucratie, Brusselse bureaucratie, en ook in hun woordvoerders in de media. Hè. Zo interessant bijvoorbeeld in Nederland heb je bij NRC die columniste Caroline de Gruyter. Dat was ooit nog mijn chef buitenland bij Elsevier toen ik daar werkte. En die heeft zich dan ontwikkeld tot een gezaghebbende stem in de Nederlandse media, vooral de NRC dan over Europa. Mm-hmm. En als je dan ziet hoe zij schrijft over de opkomst van populisme, over Wilders, over al deze ontwikkelingen waar we het hier over hebben en zo. De enorme afstand die zij ten opzichte van die wereld vindt, ten opzichte van die denkwereld. De bijna paniekerige pogingen om toch nog vast te houden aan dat, hè, aan het huidige, aan die huidige Europese Unie. Dan zie ik, als zij woordvoerder is, zeg maar, van die mentaliteit daar in Brussel, de dominante mentaliteit, dan zie ik dat helemaal niet goed komen eigenlijk. Ja, omdat er geen enkele poging is tot ook überhaupt proberen te begrijpen van wat zich daar electoraal afspeelt. Het is echt nog het, zoals je dat in Duitsland overigens bij de mainstream ook nog ziet, het is echt nog denken in cordon sanitair. Absoluut. Het is ook een, von der Leyen werd gevraagd, ook tijdens dat debat, van nou, zou je nou willen samenwerken met, ja, die net als dat in Nederland Timmermans, ja, dat aan Jezogus vraagt in Europa dan die Nicola Schmid, vraagt het dan aan von der Leyen. Die zegt, ja, wil je dan samenwerken met dat soort partijen? En dan zegt von der Leyen, voor ons staan er drie pijlers boven water. Het moet pro-Europees zijn, het moet pro-Oekraïne zijn, ja, heel interessant, en het moet democratisch, ja, zijn. En als daaraan voldaan is, want die ziet de bui wel hangen, zonder de ECR gaat ze het namelijk niet redden. Dus dan gaat de Timmermans of Nicola Schmid gaat daar dan overheen, ja, met zijn Oekraïnse vlaggetje op de mouw. Maar daar zit inderdaad dat denken van het cordon, dat zag ik ook heel erg in dat debat. Het cordon sanitair staat recht overeind en eigenlijk ook het antidemocratisch. En toen vroeg die presentator van dat debat, die vroeg aan die Nicola Schmid, wat is het dan antidemocratisch aan deze partijen? Ze worden toch gewoon gekozen? Ja. Toen zei die, nou, die partijen hebben een heel andere visie op wat Europa is. Ja, dat is dan antidemocratisch in hun ogen. Precies, ja, dat is het. Dus even aanvullend op wat jij zegt. Het is helemaal die manier van denken die wij eigenlijk, die in de jaren 90 fortuin groot maakten. Ja. Of begin jaren 0. En nu Wilders groot gemaakt hebben, die is daar nog helemaal actueel. Ja. Ja. Hoe heb jij het gezien, Jelle? Ik begin zelf enthousiast te vertellen. Nou, heel leuk. Ik vind het leuk om ook jouw enthousiasme aan te horen. Ik wilde wat algemene reflecties delen hierop. En dat sluit wel erg aan bij wat jullie zeggen. Mm-hmm. In de eerste plaats, toen Engeland de EU verliet, toen werd de EU eigenlijk meer zichzelf. Waar ik zelf verdrietig over ben. Want Engeland was eigenlijk een tegenstem binnen het geheel. Ze hadden ook geen euro. En ze waren dus eigenlijk een vertragende factor. En Nederland vond dat eigenlijk wel charmant. Alleen, ook toen al was er een opstand, zeg maar, van liberaal-progressieve mensen. De D66'ers, die echt stevig in het culturele en economische zadel zitten in Nederland. En die gingen dan ook bijvoorbeeld zwaaien op het strand en zo naar de Engelsen. En, belachelijk sukkels, ze verlaten de beschaving. En die hadden zelf niet helemaal door wat voor beweging er gaande was, denk ik. Ja. Sowieso het is nog te vroeg om te oordelen, hoor. Want de Brexit is, als je het nu meet, natuurlijk in zekere zin mislukt. Maar dat heeft verschillende kanten. De mislukking is ook dat ze nu gepest worden omdat ze vertrokken zijn. Dus daarover zo meteen nog wat meer. Nu eerst even vaststellen. Een heel groot verschil met de EU, zeg maar, van 20 jaar geleden, is dat er dus ook de neuzen ook binnen de EU-elites meer één kant op staan. En die neuzen, die tweede element daarvan, die zijn eigenlijk helemaal niet zo democratisch. Dus dat zie je ook in deze verkiezingen. Die worden helemaal niet zozeer over het voetlicht gebracht. Ze doen wel hun best, maar ze doen ook niet hun best. Het is ook helemaal niet iets waar Europa zelf van vindt dat het meer zou moeten spelen. Dat komt omdat het Europese parlement helemaal niet zo heel machtig is in de EU.
Dus dat bedoelde weer denk ik ook met die kwalificatie van neoliberalisme. Mm. Een heel belangrijk onderdeel van de EU is natuurlijk die munt geworden. Ja, vroeger was dat de EMU, maar dat is al eigenlijk een eenheid. Maar er zijn ook allerlei andere technocratische maatregelen, bijvoorbeeld ook rondom het boerenbedrijf. Maar niet alleen, ook rond bijvoorbeeld de wetenschap. Die zijn gewoon in beton gegoten. Dus er is een heel technocratische orde. En die is wel gebonden aan landen. Bijvoorbeeld die twee vergaderlocaties waar dan altijd grappig over wordt gedaan. Omdat de Fransen niet alleen maar in Brussel willen zitten, maar ook in Straatsburg. Maar dat zijn dus, het is niet helemaal ondemocratisch, maar het is toch wel behoorlijk technocratisch. Of het is de EU-bureaucratie eigenlijk, die heel stevig is. Veel steviger dan in Nederland. Dus de EU is echt oké. En dan heb je ook nog een proces dat de EU eigenlijk steviger wil worden. Over meer dossiers wil gaan. Dus Luc van Middelaar heeft daar bijvoorbeeld veel over geschreven. Onder andere in de Passage naar Europa heet dat boek, geloof ik. En dan schrijft hij ook eigenlijk op van een van de manieren om Imperium Europa te begrijpen. Nou, dat zijn even mijn woorden. Is dat het een regelorganisatie is. Ja. Die eigenlijk probeert om apolitiek te blijven. Net zoals voorheen de discussie met Ad hier aan tafel over dat het recht, zeg maar, apolitiek werd gedefinieerd. Zo heeft Europa eigenlijk een systeem opgetuigd waar de beginners en ook de boomers, zeg maar, die alles hebben afgeschaft. Ook, ik ben niet alleen maar kritisch over de boomers, jongens, maar ik doe even retorisch. Maar de Europese Unie is natuurlijk wel een project dat gegeven is door de, ja, door de Soissons-Itards. Die hebben wel de EU opgebouwd, weet je wel. Dus ze hebben het huwelijk aangevallen, de nazistaat aangevallen. Maar ze hebben in ieder geval wel gezegd, we moeten een EU bouwen. Maar ja, dat zou dan, anders krijg je oorlog. Maar wel op een postpolitieke manier, dacht men. Nou, en dat zie je terug in die architectuur. Dus je kunt nu wel gaan debatteren over die spitsenkandidaten, over de namen en rugnummers en over hun precieze opvattingen en zo. Maar laten we wel even eerlijk zijn over dat deze generatie nieuwe intellectuelen, waar ik mezelf ook toe reken, wij doorzien gewoon dat dit wel een politiek project is. Dat dit eigenlijk een politiek project is waar de democratie eigenlijk op afstand staat. Waar ook daarom om allerlei slimmigheden, en dat is ook wel te begrijpen, ook dossiers zijn opgepakt, ja, die veel meer, zeg maar, in de sfeer van autoriteiten vallen. Maar dit heeft Timmermans zelf ook al toegegeven laatst. Hè? Die zei ook dat de Europese gemeenschap voor kolen en staal, ja, dat was eigenlijk een politiek project met economische middelen. Ja. Zij hebben zelf, in reactie overigens op deze kritiek, we hebben zelf al dat. Wat dacht je van die associatieakkoorden? Hè? Dat was zogenaamd technocratisch. Hè? Zo van, nou, bieden die associatieakkoorden aan. Ja. Maar dat was natuurlijk gewoon een politiek project om Rusland te verzwakken. Ja. Alleen als je dat zegt, dan staan mensen met de oren te klapperen. Terwijl dat was overduidelijk natuurlijk. Hè? Dat is gewoon een manier om binnen die voormalige Sovjet-Unie binnen te dringen. Dus we zijn in die duiding inderdaad, dat het wel een politiek project is. Heel goed, maar je ziet dus ook dat hoe groot Europa is in kleine dingen. Dus dan kom je bij die melkverpakking van Ralf, waar die is een punt van maakt bij Forum voor Democratie. Ralf Dekker, ja. Maar het is een oud en terecht kritiekpunt, de bananen, hoe krom ze moeten zijn. Maar dat zijn allemaal kleine bureaucratie dingetjes eigenlijk, waar de EU heel groot in is. En dat is wel opmerkelijk. En je ziet nu dus dat men langzaam begint te zien, net als bij het internationaal recht, ja, maar hoe neutraal is dat eigenlijk? Nou, maar aan de andere kant zie je dat het nieuwe hoofdlijnenakkoord gaat ook niet, is geen impuls voor het Nederlanderschap gebleken. Het is, wat was het ook alweer? Lef, hoop, trots. Trots, ja. En dan enkele zinnen over dat ze het zelf heel zo streng en zo mooi vinden. Ja. Maar je hebt niet het gevoel van, hier wordt een soort nieuw Nederlanderschap op de kaart gezet met nieuwe Rijnlandse instituties of een hernieuwe. Wow, er zit toch wel behoorlijk wat wijziging. Bedoel, van tegen. Een constitutioneel hof, wat je er ook van vindt. Ja. Maar een constitutioneel hof, andere middelen om over de Kamer te Ik ben er net ook positief over, heb ik ook wat tegen jou. Zelfstandiging van de rechtstak van de Raad van State. Er zit toch echt wel behoorlijke ingrepen in. Ja, nee, maar ik zeg het toch. De richting van de beweging is veranderd. Maar inderdaad, het is dus niet een soort van cultureel zelfbesef. Er komt niet een Nationaal Historisch Museum. Er is geen markering van Nederland. En het zou kunnen dat ook toch in de komende jaren het niet gaat lukken om tot een revitalisering van het Nederlanderschap te komen. En van Nederlandse grenzen letterlijk. Mm-hmm. Dus ook Wilders hoor je nog niet echt over douaneautootjes. Dat is toch nog een stap te ver of zo? Het mag niet. Nou ja, het mag niet. Hoezo mag het niet? Omdat Wilders beloofd heeft dat hij zich aan de verdragen gaat houden. Ja, het grenscontrole niet mogen. Daarom hebben ze het over die mobiele brigades. Ja, precies. Maar ik zie dus niet dat die onderhandelingsruimte, dat gaat vast veel lukken, maar ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Dat er weer letterlijk, dat er toch weer ook symbolisch grenzen komen. En dat naast een EU-technocratie
eigenlijk een imperium, een soort nieuw Rome. Mm. Dat eigenlijk ook blij is daarmee. En daarbij, vergeet niet, de wetenschapsagenda is verregaand gedenationaliseerd. We publiceren niet meer in Nederland. Ik kan niet genoeg benadrukken. De elite communiceert al in het Engels. Mm. Academische elite. De bedrijfselite communiceert al in het Engels. Die spelen al met de manier waarop het grote bedrijfsleven in Nederland met belasting omgaat. Dat is gewoon, dat getuigt niet van patriotisme. Nee. Ja, dus ze spelen al landen tegen elkaar uit. Grote bedrijven, dat zijn al... Ja, het zijn voor een deel gewoon rovers. Het zijn voor een deel heel productieve bedrijven. Maar voor een deel zijn het, ja, zijn het rovers. En we moeten daar realistisch over worden. Jongens, als jouw dochter hier op school zit... waarom betaalt jouw organisatie geen vennootschapsbelasting? Belachelijk. Ja, als Amazon, je winkelt bij Amazon... als Amazon hier niks levert voor onze economie... Wat moeten we ermee? Dus we moeten die grenzen... je moet een elementaire worteling hebben in Nederland. Ja, ik word een beetje emotioneel van... ik mis echt het Nederlanderschap in het grote bedrijfsleven. En je ziet dat het grote bedrijfsleven... dus het neoliberaal project... speelt samen met die EU-regelgeving. Die vindt het eigenlijk wel mooi... dat wij een soort internationaal station zijn. Tuurlijk. Een soort Singapore aan de Noordzee. Ja. Weet je wel, houd toch op. Dit is gewoon een keiharde aanval op wie we zijn. Op wat we mogen. Onze zwembaden. Onze vitale infrastructuur van winkels en zo... die allemaal onder druk staat... door dat proces van globalisering. En dat EU imperialiseert verder... In de zin van, die vinden het ook wel prima als Nederland afbrokkelt. Wat heb je eigenlijk aan een lid dat een eigen wetenschapstaal heeft? Dat is alleen maar, ja, waarom eigenlijk? Weet je, laten we het samen doen. Ja, zeker. Ja. En het gaat ver hoor, want Nederlandse wetenschappers zijn dus ook trots bijvoorbeeld dat we het onderzoeksgelden poelen. En dat we dan allerlei onderzoeksfondsen binnenhalen. Dan zijn we trots dat wij winnen van de Spanjaarden. Ja. Spanje is een land dat het heel zwaar heeft. Spanje is geen Nederland, weet je wel? Daar is sowieso een brain drain gaande. Ja, sowieso, de sociale verhoudingen zijn daar ingewikkelder. Dan gaan wij een beetje trots pochen dat wij geld uit een universiteit weghalen. Ik schaam me. En dat is dus dat imperium. Dat imperium dat zegt eigenlijk, nee, de beste mogen winnen. De beste mogen winnen. Kijk even naar de verliezers. Maar, en dat is dus het hele idee van, wat is winnaar, wat is verliezer? Dat komt dus dat is dat neoliberalisme weer. Volgens mij EU die verenigt niet. Die verenigt wij. En daarom, en die is technocratisch, dus ik ben er bang voor. Even die twee belangrijkste dingen van die EU, waar ze nu heel erg mee bezig zijn. Ze zijn bezig met de opbouw van een gemeenschappelijk leger. En ze zijn bezig met de opbouw van gemeenschappelijke schulden. He, dus het is niet alleen maar regeltjes en een soort van wetenschap samen. Ze zijn op heel fundamentele punten nu echt stappen aan het zetten naar het ontstaan van de Verenigde Staten van Europa. Ja, maar dat zijn allemaal stappen. Kijk, gemeenschappelijke schulden, laten we gewoon bespreken. Kijk, gemeenschappelijke schulden. Het houdt een keer op dat wij solidair zijn met andere landen in het afwikkelen van hun schulden. Wanneer houdt het op dan? Want dit doen we al jaren natuurlijk. Nou, dat is niet waar. We hebben al met Dijsselbloem al duidelijk de tanden laten zien. Er zijn allemaal verschillende interpretaties van. Ja, dat doen we al jaren, maar wanneer houdt het werkelijk op? Nou, ik heb niet het idee dat de schuldenunie... ik heb het idee dat we dan redelijk op de rem hebben getrapt, ja. Ja. Nou goed, in europolitiek, in inflatiepolitiek... Daar zijn toch gigantische bedragen in als het centraal aangelegd. Kijk, hier is het probleem gewoon. We hebben onze eigen onmacht ook georganiseerd. Hè? Dus we hebben ook weinig... Maar daarom vraag jij dat ook, denk ik. Hoe kun je dit nog stoppen? Want de Raad van Europa is in grote meerderheid nog... Het kan heel goed zijn dat het niet te stoppen is. En daarom is het ook zo gevaarlijk. Nogmaals, hebben we eerder gezegd toen Attie nog was. Als dit project mislukt. Wat natuurlijk ook in zekere zin een nationalistisch project is. Van in ieder geval van een aantal partijen die vinden dat Nederland ook weer meer van soevereiniteit naar zich toe moet trekken. Minder soevereiniteit af moet dragen aan Brussel. Wat allemaal heel belangrijk. En wat dus voor een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, Nederlandse kiezers ook als heel belangrijk wordt gevonden. Maar je vecht dus tegen een monster dat al zo gevestigd is en zo doordringt tot in alle instituties en ook zo weigerachtig is om überhaupt te luisteren naar kritiek, wat jij net hebt aangesneden ook, dat het maar helemaal de vraag is of daar nog iets aan te veranderen valt. Anders dan eruit te treden zoals de Britten hebben gedaan. Daarom zei ik op een gegeven moment moet je concluderen. Het enige wat je misschien kunt doen is een exit. Maar dat heeft allerlei enorme gevolgen economisch. Ja, zo begon je betoog net. Hè? Ja. Nou, ik denk dat... Maar dan wacht, nog als laatste dan
plegen dus een nexit om cultureel en identitair te overleven, zeg maar. Hè? Om Nederland, het soevereine land te laten zijn, waarvan jij vindt dat, dat jij ook zegt, zich moet afbakenen binnen zijn grens en heel duidelijk zijn eigen cultuur moet verdedigen. Maar economisch krijg je dan dus een enorm probleem. Dit is precies welke keuze je wilt maken. En een Nederlandse elite, ook welke Nederlandse coalitie dan ook, gaat nooit die keuze voor een exit maken. Omdat ze dan zoveel weerstand krijgen vanuit het grote bedrijfsleven, vanuit al die partijen die jij net noemde. Dan worden ze zo gebombardeerd met bedreigingen ook. Ook vanuit de media. Dat gaat nooit gebeuren. Ook niet met een coalitie met Wilders. Nee, maar de andere kant is dat ik wel, dus ik ben het hier helemaal ook mee eens. Dus ik bedoel, ik werd net even emotioneel over dat. Ik denk echt, men onderschat hoe heftig de problemen zijn. Men ziet het niet. Dus bijvoorbeeld ook de afschaffing van het Nederlands. Hoe wetenschap georganiseerd is. Onderdeel daarvan, maar men ziet ook niet wat het bedrijfsleven doet. Men ziet ook echt niet goed genoeg wat er in de winkelcentra gaat. Wilders is niet voor niets, heeft hij 37 zetels gehaald. Hè? Ik denk dat heel veel mensen wel. Nee, maar ik bedoel nu binnen het technocratische establishment. Binnen het technocratische establishment. Ja, maar die interesseert dus niet, want die leven al internationaal. Nog even door op het scenario van Wiert, want hij kan altijd goed scenario denken. Dit is natuurlijk waar. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Dit gaat helemaal niet gebeuren. Er komt helemaal geen nexus. Uiteindelijk de belangenafweging, zeker de mensen die daarover beslissen, het is misschien maar verstandig ook dat het niet gebeurt, de next. Maar wat er wel gaat gebeuren is dat er zit een instabiliteit ingebouwd in die Europese Unie. Vooral in die geldstructuren. Uiteindelijk, die euro is te instabiel. Dus je kan één munt, als er echt crisis is, kun je niet samenwerken met Italianen en Fransen. Dus dat daar is die munt te grof voor. Je moet namelijk die koers controleren. Dat kan eigenlijk niet in één. Dus je krijgt net als toen in Griekenland, toen er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand was, behalve daar. Toen kreeg je al tektonische platen die gingen verschuiven. Mm-hmm. Dus bij een echte crisis zal je zien, denk ik. Dan kijk ik even mijn glazen bol, dus dan even speculatief, hè? Dan worden er waarschijnlijk al meteen meerdere munten geïntroduceerd. Dus ik denk dat het eerste wat gaat eindigen is dat de 1 euro is. Dus de 1 euro wordt gereserveerd voor bepaalde op een bepaald aggregatieniveau in de economie. En daaronder komen dan nieuwe munten. Dat zou kunnen, ja. Dat is echt heel realistisch natuurlijk. Want als er te weinig geld is, dan gaan ze gewoon een kleine lokale munt bijdrukken. En dan krijg je als reactie dat wij met de Duitsers ook een munt krijgen. Dus dat zie ik als een heel realistisch iets. Dat er toch een trap, dat het imperium toch moet gaan vertrappen naar de lokale omgeving. Maar dat is de verbrokkeling waar we altijd ook over hadden. Ja, en dat is wel een verbrokkeling die dan ook wel een behoorlijk tegemoet komt aan onze eigen wensen. Dat zal je ook zien rond migratieakkoorden, de pensioensector en de manier waarop je met boeren omgaat. Nou, hopelijk. Maar nu is die druk nog, die moet nog groter. En het is de vraag, kijk, dat in Nederland PVV het grootste is niet genoeg wat je een calamiteit noemt om beweging te krijgen. Dan moet echt dus Le Pen in Frankrijk gewoon aan de macht komen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar we zitten toch wel op dat spoor. Meloni is aan de macht, Orbán is aan de macht, Le Pen, Rassemblée Nationale staat er goed voor. In Nederland is PVV is al de grootste. AfD, het zou mij nog benieuwen. Dit jaar een aantal interessante verkiezingen in Duitsland, in het oosten van Duitsland met name, die deelstatenverkiezingen. Ja. Er is toch wel wat aan het schuiven. Ja. Dus als ze zich daar geen rekenschap van geven, laat het nou 35% worden straks bij de Europese verkiezingen. Ik wil niet dat het parlement echt veel in de melk te brokken. Nee, maar je ziet toch hoe het establishment hier in Nederland reageert op de overwinning van Wilders. En ik ben het helemaal met je eens dat daar een enorm dempend effect gaat zijn. Maar nee, maar alleen maar weerstand en reactie. Hè? En dat gaat in Brussel, zal het precies zo zijn. Ze gaan zeggen, dit is verschrikkelijk. Het is een ramp dat Le Pen zo groot wordt. Of dat cel AfD wordt groot. Dit is een aanslag op de democratie, dat kunnen we niet accepteren. En dan gaan al die media, die gaan er aan mee, want die zijn ook allemaal zo enorm linksig, liberaal, pro-EU en zo. Die gaan ook zeggen, verschrikkelijk, is een catastrofe gebeurd in Europa. Wat een afgrijzelijke verkiezingsuitslag. En dan gaan ze weer die kiezers demoniseren en zo. En dan gaan die kiezers weer twijfelen. Van shit, ik toch misschien op een foute partij gestemd en zo. Want je kunt dus de gemiddelde kiezer, heel makkelijk een soort schuld aanpraten over zijn keuze. Dat is in Nederland dus heel lang het geval geweest, tot 7 oktober. En toen zagen de kiezers van wat er allemaal gebeurde op onze straat. Toen zei ze, nu is het mooi geweest, nu ga ik voor Wilders stemmen. Maar dat was echt concreet een aanleiding om voor Wilders te stemmen. Terwijl heel veel mensen hadden vroeger wel zo van,
de gedachte van misschien ga ik voor Wilders stemmen, maar dan vonden ze dat toch te ordinair of zo. Of ze werden gewoon te veel geïntimideerd. Van ja, je kunt niet op Wilders stemmen, weet je, dat kan niet. En nu kan het opeens wel. Er is nu die mist is opgetrokken, maar in de rest van Europa kan het nog altijd niet. En als het dan toch gebeurt en vanuit Brussel wordt gezegd, maar wat hebben jullie in godsnaam gedaan? Ja. Jullie hebben de hele Europese orde hebben jullie gedestabiliseerd. Dan gaan heel veel mensen natuurlijk weer terug in hun schulp gaan zeggen, oh ja, als het zo erg is, maar hè, als mijn keuze hiertoe leidt, ja, dan moet ik die misschien toch heroverwegen of zo. Ik denk dat dat gaat gebeuren eigenlijk. Hm. Ja, je moet ook gewoon middenpartijen hebben die zeg maar, die meerdere snelheden van Europa, die dat gewoon redelijkerwijs, ja, we zullen het zelf moeten doen, maar moeten gaan beargumenteren, dit kan zo niet, dit is one size fits all. Jullie zijn systeembouwers uit de jaren 90, jullie zijn gewoon... Ja. Postboomers die denken dat de euro een soort nieuwe federale staat wordt, dat is niet. Dat project is gewoon, dat gaat niet meer lukken. Dus ze moeten gewoon onder ogen komen. Ook hier voor de middenpartijen om eindelijk dit aan te spreken. Ja, je moet het gewoon in redelijke banen leiden. Er moeten meerdere snelheden komen. Ja. En maar als dat niet gebeurt, heb jij wel een heel belangrijk punt. Want dan krijg je namelijk een voorhoede die het imperium verder wil uitbouwen. En een tegenbeweging van het volk dat steeds weer klein wordt gehouden. En dan krijg je dus uiteindelijk echt een imperium. Want dan krijg je dus volkjes over heel Europa die nog boos zijn. En niet serieus worden genomen. En alleen als je dus als volk nog wat in huis hebt, dan kun je nog een... maar dat bedoel ik dus ook altijd. We zijn geen België, weet je wel. We hebben echt... Frankrijk ook. Het is gewoon een heel serieuze deelnemer. Ja. Dus het is niet alsof je een soort klein... Je hebt echt wel wat met elkaar in de melk te brokken. Maar institutioneel gesproken, en daar begonnen we over dat debat. Institutioneel gesproken, gek genoeg niet. Ja. Want de democratie in Europa speelt niet zo'n grote rol. En nu men weet het is wat men stemt, zal het ook niet groter worden. Toen Groot-Brittannië er nog bij zat. En toen was Nederland natuurlijk wel een van de kritische... toch die oude VVD die toch ook nog wel wat kritiek had op dat hele project. Ja. Volgens ging je zelf naar Brussel. Ja. Ja. Ja, en vervolgens is Rutte aan de macht gekomen. En die heeft het natuurlijk helemaal... Totaal verkwanseld. Helemaal verkwanseld. Dus, maar die rol zou je natuurlijk opnieuw kunnen innemen in Europa. Dat gaat niet. Want je moet, kijk, we hadden toen dus de steun van de Engelsen. We konden het verkopen als diplomatie. Dat gaat dus niet. Dat is het punt. We zijn te klein. Ja. Kijk, we willen ons niet aansluiten bij de Orbáns van Europa. Hè, want die zijn besmet. Maar we hebben niet meer de Engelsen om ons bij aan te sluiten. Ik geloof niet dat Wilders daar heel veel... ik bedoel tot nog toe. Hè? We gaan kijken wat het gaat gebeuren met het kabinet, met het nieuwe kabinet. Maar tot nog toe missen we dus die steun van de Britten. En we bekritiseren zeg maar, die eurosceptici zoals Orbán. Ja. Dus, maar inderdaad, met het nieuwe kabinet en met die nieuwe verkiezingen, uitslagen van die nieuwe verkiezingen, zullen we zien wat voor allianties er gesmeed kunnen gaan worden. Mm-hmm. En dat wordt natuurlijk super interessant. Zeker wat er in Duitsland gebeurt. Kijk, in Duitsland heb je natuurlijk altijd nog de CDU die dat conservatieve kiezer misschien nog wel aan zich weet te binden en zo. Als mensen afgeschikt worden door die gekken bij de AfD, die daar helaas ook rondlopen, gaan ze toch misschien weer op de CDU stemmen. Maar ja, het probleem met Duitsland is natuurlijk altijd dat Duitsland zichzelf het liefst ziet als een land dat opgaat in een verenigd Europa. Hè. Dat ze schamen zich voor die Duitse nationaliteit en identiteit. En ze hebben liever van dat ze gewoon Europa zouden heten. Ja, dat is dubbel, hè, Wiert. Je moet een beetje... Nou, ik bedoel de politieke elite, tot nog toe. Ja. Ja, ik bedoel natuurlijk niet de bevolking. Kijk, want dat eens een AfD'er zeg maar, over de SS begint, dat allemaal wel meeviel. Dat is natuurlijk heel kwalijk, maar dat is ook een excess. Dus er zijn natuurlijk heel veel Duitsers die denken, ja, het klopt toch niet helemaal met die AfD-elite. Het klopt niet helemaal met die Europeanisering. Dat kwartje is Duitsland aan het vallen. Ja, nee, maar het politieke mediale establishment in Duitsland is nog altijd zo overtuigd van het Europese project. Juist ook om die sentimenten die ze menen te ontwaren bij AfD, om die in te tomen, hè, je kent het wel. Dat ze dus veel meer dan wij geneigd zijn om altijd naar Europa te kijken. Altijd voor Europa te kiezen. Kunnen ze ook, want ze hebben alle belangrijke functies in Europa. Ik wou net zeggen. Die bezetten ze eigenlijk. Als je naar dat debat kijkt. Hè, ik heb het dan vaak over Nengels, maar dat debat werd gewoon in een Dengels gevoerd. Hè. Je had von der Leyen, je hebt die Reintke van de Groenen. Dan heb je Walter Bayer van de Oostenrijkse. die is van de Linken. En dan heb je Nicolas Schmidt, die is een Luxemburger. Ja. Maar we kunnen nog heel even... Door filosoferen over de EU, maar misschien tot slot nog even wie het zijn korte cursus over filosofie en voetbal.
Oh, ja. Geef je dat er een Italiaan aan de macht is gekomen? Nou ja, we zitten hier toch bij een filosofisch kwartet trio, althans bij de Nieuwe Wereld. En Ajax heeft dus een filosoof aangesteld als trainer, Farioli, een Italiaan. En die heeft die is afgestudeerd filosoof, begrijp ik, een scriptie geschreven. En ik heb de uittreksel van zijn scriptie gelezen. Waarin hij dus, en dat is fantastisch, Kant en Heidegger en Kierkegaard en zo, samenbrengt met voetbaltrainers als Guardiola en Conte. En dan gaat het natuurlijk over de schoonheid van het spel. En de, weet je, de authenticiteit van het spel. En de manier waarop, zeg maar, materialistische, kapitalistische krachten daarop invloed hebben en zo. En de schoonheid van het spel bedreigen en zo. En dat er, hij ziet zich dan als vertegenwoordiger van die mensen, zoals ook ooit Johan Cruijff natuurlijk, die maar is het zo dat puurheid van het voetbal vertegenwoordigt. Want je zou kunnen zeggen dat dat geld ook positief kan uitpakken voor de esthetiek. Dus moet je me even over... ja, dat weet ik niet. Is het zo dat geld inderdaad het spel efficiënter en saaier maakt? Nou, ik denk dat het ondermijnt de clubidentiteit. Het ondermijnt natuurlijk, dat is natuurlijk de kritiek altijd van de fans. Uiteindelijk, als je dus die... Ik weet niet of dat zijn conclusie is, maar als je dus de briljantie van de grote filosofen in het voetbal, zoals Pep Guardiola en Cruyff, samenbrengt met het geld en je koopt de goede spelers zoals Manchester City heeft gedaan, ja, dan krijg je natuurlijk een schitterende symbiose, want dan wordt er opeens fantastisch voetbal gespeeld. Dus dan, maar dan hangt het dus kennelijk van af wie dan het geld, wie dan het beheer krijgt over het geld. En of je iemand als je dus de meester, zeg maar, voldoende invloed geeft op de besteding ervan. Ja, en dan nog mist die. Kijk, een buitenspeler als Overmars of Vini de George. Of zeg maar het positiespel van Barcelona. Zeg maar, ja. Dat je vanuit de haarvaten, vanuit die 12, 13-jarige jochies. Ja. Dat je die een bepaalde spelwijze bijbrengt. En dat dan op elkaar botst in de Europese competitie. Ja. Nou, dat is er wel echt uit met die geldstromen. Die gewoon de beste spelers vanuit de hele wereld in die opleiding gooien. Nou ja, daarom gaat deze man dus ook naar Ajax. Omdat hij vindt dat bij Ajax en Barcelona het mooiste voetbal wordt gespeeld. En hij wil dus weer als cultuurbewaker van dat voetbal van Ajax gaan fungeren. Waardoor vanuit die jeugd wel weer dit soort spelers opkomen. Die dan uiteindelijk met elkaar een schitterend team vormen. En wordt dat vormen. Wat? Is dat wat, die man? Nou ja, ik ben er enorm voor. Ik bedoel, dit is gewoon... Dit is fantastisch. Dit is romantisch gewoon. Nee, je moet het ook kunnen, weet je wel. Ik bedoel, mooi verhaal, maar je moet het ook... Die spelers moeten het ook geloven. Hij heeft tot nog toe. Hij heeft geleverd. Misschien kan hij als hij klaar is naar de universiteit te komen. Ik bedoel, daar een beetje... Ik vind, de universiteit zou wel moeten uitnodigen. Dat is schitterend als je zo'n man een lezing kunt laten houden over de relatie tussen filosofie en voetbal. Misschien moeten wij hem hier een keer uitnodigen. Ja. Dan, bedoel, wij hebben het ook hier vaak over kunst en Ajax is natuurlijk... Over uitnodigen gesproken, de 28e naar Utrecht, de 12e naar de VU in Amsterdam, want dan... Heb jij je symposium? Inderdaad. Ja, en zonder enige vorm van uitnodiging kunt u zich altijd aansluiten bij ons patronaat voor slechts €5 per maand. Ja. Kunt u onze existentie helpen voortbestaan. Vooruit helpen. Volgens mij hebben we dan wel aardig rond hier voor vandaag. Mensen kunnen mij volgen op Twitter. Oh, ja. Dat doen ze nog niet genoeg. Dat weet ik niet, maar ik denk, maak ook maar even reclame dan. Volg Wiert, volg mij, volg cultuurfilosoof. Ja, zit hier leven naar lijven. Dan babbelen wij op Twitter gezellig door. Dank dat je hier weer was. Wiert, altijd fijn om je te spreken. Jan, jij ook bedankt. U allen, dank voor het luisteren, dan wel kijken. En voor nu nog een hele fijne zondag. Dag.